Ik zei van ja, dan komt het, komt het bij mijn clip, dan kom ik sneller klaar. Oké, okay, ja, oké. Ok, ja, okay. Want dan heb ik what? minder stootkracht. Lissy. Ik dacht van, ja. you know what? Oké. Okay. Zij <laughs> zit op me. Ja, ja, ja. Let's get it in, man. In Gillies Love Line praten we bruut eerlijk over de liefde, seks en relaties. En de gast die vandaag met mij is komen chillen is de perfect fit daarvoor. Want deze man maakt al jaren filmpjes. Uh, waarin hij geen blad voor de mond heeft over al die zaken die hij bespreekt. Zo so, ook uh, zaken zoals uh, vrouwen, relaties. Oh maar die is light Tori. <laughs> Baba, Tori, man, Jaga. Welkom in Gillies Love line, man. Thanks, man, broer. Ai, leuk thanks. dat je er bent, man. Leuk dat je er bent. Thanks, thanks, thanks. en hey, een beeld wat ik van jou heb, hè, <laughs> is dat jij zo'n uh, traditionele man bent: een man's man. Er zijn nog weinig van over. Dat is wat ik denk. Ik hou het levend, man. We, we kunnen het testen gelijk, hè? Let's get it, man. Uh, Oké. Okay. Met, met, uh, met een paar vragen. Of nee, met een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld. Wie heeft de broek aan in een relatie? Je denkt ik, te lang. Helaas. Nee, 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 kijk. Ik, ik, je moet het goed zeggen, hoor. Heel veel vrouwen kijken, oh, oh, oh. En dan het niet beledigend. Zit zeggen. jij in een relatie? Ja. Laten we ook met jouw status beginnen. Ja. Voor de duik, dan weet ik bijna, wat de basis ja, is. Ja, bijna elf jaar. Elf jaar? Ja. Oeh, Scott, man. Nee, is een beautiful thing. Ja, man. En wie heeft er de broek aan dan? Ik zou het moeten, man, broer. Jij zou ik het moet, moeten? Ik <laughs> moet het aantrekken, gewoon voor de eer <laughs> van de manheid. <laughs> ja, <yeah. laughs> ja, man. Maar heb je de broek aan? Want dat haal ik nog steeds niet uit je handen. Ja, man. Je hebt de broek aan? Ja, het moet. Okay, het weet zij dat ook? Uh, ja ze mag geen broek zo Belaïwa nou zo zo, blij, ja, ja, ja. zo. zo <laughs> moet het pangi <bangen. laughs> oké okay, nou de, de, de tweede test want ja. ik heb het over van dat het beeld van jouw traditionele man zijn er ja. nog weinig van over ja. mens man dus ook traditioneel in verhouding tot vrouwen ja. uh, maar ook andere dingen zoals bijvoorbeeld um, zou jij een fatto kunnen nemen uh, alleen met z'n tweeën chillen gezellig Discotheek, bioscoop met een man maar een gay doet. Never. Kan niet. Nee, man. Gezellig toch? Nee. Niet. Ik ben nee, bang man. dat je gevoelens gaat krijgen of het kan. Ik gewoon ga, niet. Ik ga, het kan gewoon. Ik, ik, ik ben bang dat ik word snel boos. <laughs> okay, wat zou jou boos maken? Wat zou jou boos maken? Hij maakt altijd van die gay jokes. Oké, okay, je, je bent niet daar. Nee man, ik ik hmm. ik, ik nee man. Papa hmm, om... je billen strak vandaag. hoor, Zo so iets. Je gaat er niet La, voor. Nee, ik okay. am... die, traditionele man. Niks ja. mis mee. Niks nee mis nee, mee. nee 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 respect. Oké, okay, uh, andere test. Hoe skinny is jouw skinny jean? Nee, man. Moet ik allemaal oh, nog weer skinny jeans draaien? Nee, nee, nee. Nee, over, nee. nee man. Koffie over de lip. Toch. <laughs> Belangrijk. Je, je bent geslagen en nee, ik ook. Want nee. ik dacht, dat, dat is precies het beeld wat ik van jou heb. Oh, thanks. Traditionele man, hier dus. Yes. Thanks, maar man. Elf jaar, traditionele man die wel elf jaar in een relatie zit. Respect. Ja, ja ze, ze heeft, ze heeft mijn boekje door. Ze kan met me omgaan. En dat is wat ik zeg, die beschrijving. Ja, ze leest het Je hebt een themist. beschrijving, ze heeft het gelezen. Ja. En ze, ze, ze ontwijkt mijn narigheid. <laughs> Dat is gruwelijk. Dus, al elf jaar lang. Al elf jaar. Slik ze. Ja. Ik slik soms daar. Zij Dat wou slik, ik wou net zeggen. Het, is, is samen slikken, maar ja. uh, gelukkig uh, gaat het goed. Zo'n naar heet, ne? hè? Nee, man. Uh, ze komt uit Angola. Oh, Angola. Ja, ja, ja. ja. Kan je dan een beetje Portugees praten? Totaal niet. Hoe heb je er gevangen? Tag het. Hoe? Tag it of zo. Op website vroeger was zeg maar samen met Hives. Deze man is echt oud school. Ja. Die dingen die jij opdoet. Ja, hele hele oude web, soort van nieuwe, ja oude Facebook. Jij was toen gezorgd. al in die game, waarbij ja. eigenlijk, want je zegt elf jaar geleden was niet zo. Hoe moet ik dat zeggen? Is niet dat je openlijk zegt van, hé, hey, ik heb iets gevangen op. Wat was het? Tag it of zo. Ja. Terwijl nu is het normaal mensen zitten op Tinder en op ja. allerlei dingen. Jij was vroeg in de game, man. Ja, ik was sinds tmf chat. Ik ook. Ja. Nee, ik zou je wat zeggen. Ja. Ik ook. Oh mijn god, we klinken, we klinken oud. Ja man, ze kennen het niet eens meer. TMF-chat, Mimang, ik ook. Ja, Want ik ben niet van die dingen, maar ik weet nog aan het begin daarvan... Even kort, ja? ja? Die tijd, ik, oh mijn god, jij brengt mij terug, nostalgie-dingen. Ja. Die tijd, Mimang, had je... En ik was een van die eerste die die cd's verkocht. Er woonde een nerd bij mij in de buurt. Ja. En die had internet. Ja. Van de Ik heb geen internet. Ja. Ghetto. Hij had internet. Kasema. Dat was ook heel duur en shit. Ja. Dus je kon niet zomaar internet hebben. Ja. Klopt. Hij had internet. En ik was snel. Ik zeg. Oh nerd, je hebt internet. Luister. We gaan McAvelly opzoeken. Een ja. man didde En ik hoor je hebt McAvelly 1, 2, 3. En zo begon ik McAvelly cd's te verkopen. Dus ik ja. was de man die verkocht McAvelly 1, 2, 3, 4. Old school takkie. Ja. Maar ook introduceerde hij mij aan: hé, hey, je kan hier praten met chickies. Ja. TMF-chat. Ja, oh, en ik werd een baas erin, yes. hier, man. Ik werd een baas <laughs> erin. Je slaapt erin, man. Dus nu heb je foto's en al die shit. Die tijd moest je gewoon tikken. En dan moest je daar al overtuigen. Ja, man. Je eerste lijn moest heftig zijn. Man. Wat was jouw eerste lijn? Um. Ik, uh, de uit, de uit, precies... uit, ik kom uit, je ging in de Rotterdam Room. Ik heette oh, toen Jennerino. Zijn... Want dat was zo'n pakkende naam. Zeg dat klinkt maar. exotisch. Je? Dat je mij denkt, Generino. Ja, man, ik zei van, hé, hey, uh, wie wil het op date? Wat? En dan kwam die doet, Generino. <laughs> ja, man. Want oh, je nee. kon aangeven, ja. volgens mij, man, vrouw, uh, ja. Heel weinig kon je. Ja. Man, vrouw en welke room je ook kon gaan. Ja, man. En dan was die room vol was je fucked. <laughs> het, 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 enige, ja, klopt. het enige wat ik herinner, is dat ik zei. Dat ik dan zo iemand benaderde en zei: Lekker en beschikbaar. Ja. Niemand ah. komt zo. <laughs> Lekker en beschikbaar. Hey, ik was een player toelachen, ik digital. Ja. Ja, laat me aan. Oh, oh oké. Okay. Ja, leuk. En dan dus, jij kwam op die next level uh, date, dating ding, wat je, of dating ding, ja. chat ding. Ja. En heb er een vrouw van 11 jaar naar overgehouden. Ja, man. Ja. Mooi man. Het ja. is een mooi, is een mooi uh, liefdesverhaal hier. had ik niet gedacht, eerlijk gezegd. Nee, hè? Nee, maar ze kwam uit de horen dacht eerlijk, en alles, man. Het is vooroordelen, Ja. Ik denk, misschien is deze man een beetje een neandertaler. Ik dacht, zo'n ja. man, man die met... En, en door je stubbornis en al die dingen... Ja. Ben je waarschijnlijk nog vrijgezel. Nee, nee, nee. Nee, maar. Elf jaar in een relatie. En ja. kinderen dan ook. Ja, ik heb uh, twee met haar. En... Uh, nog drie met andere vrouwen. Vissen. Ja. Ja. Chillen. Goed man. Ja man. <laughs> vijf kinderen. Ja, ik heb vijf kinderen man. Vijf jongens. Mijn oudste is 22. Ja. En mijn jongste is twee. Kijk daar man. I love it. I love it. Respect. Dank je, Dank je man. Maar ook dan die druk, want dan, dan moet je vijf keer rolmodel zijn. Ja. Vijf keer dingen herhalen. <laughs> Vijf keer meer uitgeven. <laughs> juist. Ja, weet toch, hoe ouder ze worden, hoe duurder het wordt. Ja. Ik dacht dat je juist ze af was. Nee, maar nee dat nee. werkt niet. Nee, in onze tijd was je blij uh, Je hebt waarschijnlijk ook dan misschien met van die groene soldaatjes gespeeld ja, vroeger. Kijk je die man. soldaatjes? Ja, want en dan was je zo. zelf creatief, dan legde je hem zo neer. Maar nu zijn het de groene soldaten. iPad, uh, <laughs> die mannen willen Gucci rims en zo. Man. Juist. Maar ik leer ze van, uh, nee man, je moet zelf werken en ik pas bij. Belangrijk, belangrijk. Ja. En 11 jaar still going strong of zo van, hey, gewenning, we zitten er al in en het uh, is wat het is. Uh, still going strong denk ik, want uh, ja, gewen. Je denkt al, het? Ja, je denkt het, want <laughs> het gaat goed, dus je zit in die comfort zone. Ja. Maar ik zie dat ik wel wat meer mijn best moet gaan doen weer. Toch, ja, hè? Ja, je moet wel spanning erin gooien, soms Is cool, maar je bent een OG hier, als ja. ik hoor. 11 jaar. Ja. ja, man. En jij zei... Zij uh, uh, heeft jouw beschrijving gelezen. Ja. Maar zij zal ook een beschrijving hebben gehad. Ja. En je had het over je Laten we over jou beginnen. Laten we het eerst bij jou houden, bedoel ja. ik. Jouw narigheden. Als ja. jij van jezelf eerlijk bent, wat is echt lastig aan jou, dat je weet van dat is wel een lastig dingetje van mij en zij kan ermee omgaan. Of kon ermee omgaan en gaat het tot de dag van vandaag nog steeds mm. oké okay, mee om. Um, als ik iets vind, ik heb een mening, ja. ik maak het gewoon een feit. Dus wat jij ervan vindt, telt niet meer. <laughs> Dit is het, klaar. Ja. En ik kan ook echt boos worden erom als je er niet mee eens bent. Dus jouw bedweterigheid is ons am next level? Ja, ja, ik ben echt heel koppig. <laughs> en uh, zij denkt, oké, okay, zo ja, is goed. Weet je, zij alleen ah. doet het. En ze komt er een paar dagen later op terug van, maar je had ongelijk, je ja, het ongelijke. Maar daar ja, ja, ja. ben ik al gesust, dat is, is, al, is al te laat. Zie ja. dus je, ladies? Je, je, je hebt ook een, een slimme vrouw, wat ik hier hoor. Ja, man. Ze, ze weet, ja, dat zeg ik toch, ze heeft die code. Ja, ja, ja. Abasroto, ja, zoals wij is een cheatcode gevonden, man, maar wat was het aan haar dan, aangezien ik het helemaal verkeerd had dat ik je zomaar uh, aan het stereotyperen was van hey, deze man. Deze man is zo erg man dat vader, hij kan niet een relatie in stand houden. Elf jaar ze die man in die toring. Ja. Maar wat was het? Dat, uh, dat zij, die dame is, die nu elf jaar nog. Ja. Wat deed he, uh, het voor jou? Wat heeft het voor mij gedaan? Um, ze stond echt achter me. Ook al heb ik domme keuzes gemaakt. Dus, um, stel, ik zou een optie hebben op straat. Yeah. En ik kwam het geld tekort. Zet zij die Moni gewoon onder mijn kussen en gaat werken. Zegt van babe, doe jou jouw ding. Oh. Zonder dat zij erachter stond. Yeah, yeah, yeah. Dus dat is wel iets wat voor mij nieuw was. Want het, 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 het gaat soms om andere bedragen. Snap yes, je? Dus yes. je wil een gokwagen. Mm. Um, in een bepaald soort branche. En dan is die dame gewoon, je legt haar uit in, 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 de, in de kamer van baby, ik wil dit echt doen. Dus Anno de Eens? Ze is niet eens, nee. maar ze is ride and die. Ze is, 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 is daar. Ze oh, zegt gewoon, je, toch? En ik, 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 heb dat, ik had dat nog nooit gezien in een vrouw. Ja, ja, ja. ja, ja. Veel nemen alleen. Mm. Veel veel uh, um, zijn er maar met een paar dromen van je eens. Mm -hmm. En wie weet die droom waar je niet mee eens was, is dat hem. Yes. Snap je? En dan nu, ja. Je ziet het, het is gelukt. Yeah. Uh, we hebben bedrijven die goed gaan. Uh, zijn jullie, zitten ook, jullie zitten ook samen in business. Ja, yeah, man, uh, Mr. Siemens heeft zij de helft aandelen van de BV. zijn um, we met de BV Tory. I yeah. love it. Maar yeah, dat is man. een droom, hè. Ja. Yeah. Dat, dat is een droom van mij. Dat je dus, uh, ik heb het altijd over samen kunnen bouwen met een vrouw. Maar ja. dat is een droom. Want dat, je kan het willen. Ja. Maar los van uh, seks en al dat soort dingen moet ook in business die chemie zijn. Ja, zij, Toch? zij En dat is het dan ook nog. Ja, zij, zij is het man. In alle bedrijven staat zij 50-50. Uh, op papier. Uh, in, de, in de holding. In de, in de BV's. Omdat zij de, de. De backbone van dat ding is eigenlijk. Ik ben gewoon het gezicht. Voor alles wat ik doe. Ja. Het gezicht, de promo, uh, de contacten. En zij rond Love het af. Mm -hmm. Zij rond het af. Ik moet er gewoon aangeven van... Hey, regel dit even. En dan regelt zij die papierwerk. Goeie vrouw, man. Zo klinkt het. Ja. En ze laat je ook in de illusie dat jij de broek aan hebt. Hey, perfect. perfect. Ja, grote broek, man. <laughs> <laughs> ja, man. Dus uh, ja. Dat, <laughs> man. Dus vandaar. Mooi, man. <laughs> mooi, mooi, mooi. Yeah. Dus je weet wat liefde is. Ja. Ja. Je moet het wel echt zoeken in een hele kleine hoekje, maar daar zitten ze vaak net als Kukuis. <laughs> Toch? Hé, het is een beautiful thing, man. Ja. Ja, Mi lobby? En? Elf jaar zit je dus al, ik wou zeggen vast aan iets, ik moet het beter verwoorden. Elf jaar ben je dus gezegend met lobby. Ja. Maar kan je je nog herinneren dan? Ja, man, tuurlijk. Yeah. Als, je dat niet hebt, als je het niet herinnert, heb je het niet gehad. Ja, als je geen hardbreak hebt gehad, dan kan je niet herkennen dat dit wat jij nu hebt, de real thing is. True. Je moet het hebben meegemaakt. En dat is vaak in je tienerjaren, daar gaat het gebeuren. En hoe ging je ermee om? Eerlijk, als een suffer. Ik, ja, man. Ik kreeg. Ik, nee, niet kreeg, maar ik deed, ik deed echt. Ik zou een woord gebruiken, het mag niet. Um... Hier, ik, ik. Nee, nee, ik zou zeggen: ja, like, eigenlijk... Even. Er uh, zijn hier geen regels. Ja. Wel, uh, uh, niet uh, discrimineren ja. en niet met ziekte schelden. Ja. Maar doe je ding, niemand. Ja. Nee, ik, je, je is echt een vriendje. Je, het, je werd. Je voor jezelf. Je, ja, je moet denken. Van, Dat is het woord wat je niet wilde uitspreken. Oh, voor jezelf. Voor mezelf, uh, ja. Jezelf, ja, ja, ja. Je ik kan Je kan mezelf, kan mezelf, Maar jij houdt het real met jezelf die tijd. Je, yourself, die ja. denk, je ja. is een vriendje, man. Hé, hey, die momenten kan je hebben, hè. Ja. ja, maar toen. Je ging kapot, man, bro. Ja. ja, man. Maar wat heb jij gedaan of wat had zij gedaan? Kijk, vroeger. Awakagi, is ze vreemd gegaan? Um, ja, 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 ja. Wacht even. Oh, je ja ja vergeten. ja. Nee, niet vergeten, maar. De tijdlijn. Was, uh, Soms heb je zoveel gedaan, dat wanneer het er aankomt, zie je het aankomen. Dus ik heb zoveel... Wacht even, er zit een Surinamer hier gewoon aan de telefoon. Mijn doelgroep is bijzonder, hè, waarmee ik werk. Ik zie het, man. Ja, dus een mattie van me, een van mijn beste matties uit Rotterdam, een Café diaanse mattie van me, hij belde me. En uh, hij zei van, bro, ga je nog met die chick? Ik zei, ja maar nu ik ben hier zo bij haar thuis. Ja. Bro, ze zit hier in de, in de bioscoop met de andere ke. Oh. Ik zeg, wat? En daar al je attie, toch? Dood. Dus ik heb niks gezegd. Maar hield je niet de act voor die man? Die van... Het is ook een beetje shing, hè? Ze laat je ja. vallen en zwaar. Ja, nee, je gezicht, ze laat je gezicht vallen en zwaar. Ja, dus ik, heb, ik, heb, ja, ik zei tegen hem, thanks. <laughs> Thanks, ja. nu ga ik beginnen met onderzoek. Dus toen kwam ze thuis en toen ze sliep heb ik die telefoon gepakt... ben ik gaan kijken in die berichten en werkelijk stond zo van zie ik je ja. straks bij mij. Mag Pateen. ik een mening hebben in deze? Ja, man. Ik vind dat gedeelte vriendjes aan niet. Maar vriendje... Toch? Vriendje... Dat wat, gedeelte. Wat? Nee, Kijk, dat de nee. checkframe check gaat kan je niets aan doen. Maar dat je zegt van, <laughs> dat je een dingetje van van... Als ze slaapt ga ik die telefoon pakken, onderzoek. Vriendje. Toch? Nu zou ik het niet doen bij haar. Nee toch, de... je maar. ouder. Kijk maar. nu. Weet je toch, kijk toen, weet je dat. En dan denk je van, of. Nee, maar kort die maar voor zomaar, ja. want het was best wel spannend, dit verhaal. Ja, Dus, dus uh, ze sliep, je ging in naar telefoon en toen. En toen zag je van, ja, ik zie je bij Pathé, inderdaad. Weet je toch? Ik denk van, hé, maar die man ligt niet, joh. Die chick is echt werkelijk naar de wie gegaan zonder mij. Oi. Dus, um, Ja, dat, dat was wel eentje, Maar Wat ben jij nog gesaved, hè. Want, boy, die bericht kon nog zwaarder zijn. Ja. Dat je kijkt en dat je zei, hé, je bent diep, diep troot. Queen hoor. Dan breek je ter plekke. Dan da maak je houwakken yeah. met je geld. Yeah. Ja. Ja? Ja. ja, zou een andere dramas zijn. <laughs> en wat, hoe heb je toen aangepakt, Dana? Um, je je, hebt je er gewoon probeert te slapen. Je bent vriend, vriendje actie nummer twee als dit is gebeurd. Yeah. Je hebt er laten slapen. Je bent weer naast haar gaan liggen. Nou, ik, ik, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb mijn kleren gepakt. Toen ze sliep ben ik naar mijn moeder gelopen. Want <E, nu... Zo dramatisch. Het Ja, regende het. Bollywood dingen man. Het regende nog net niet waarschijnlijk. Nee, man. Drie vier uur in de ochtend weet ik nog liep ik naar mijn moeder en uh, ja ze belt me van hey waar ben je en uh, ik zeg laat me met rust man he? <academy> ja, ja, ja. Ik Ga naar die mattie van Dam begin die paddiness. hè toch? Ja ja ja. Nee maar dit is, dit is terecht paddiness. Ja man, ik weet dat nog man. Mm. Maar ja, weet je? Nu, een paar jaar later, heb ik wel juist sorry tegen haar gezegd. En Dat ik zo echt een vrede, want ik had heel veel vrouwen toen ook. Oh, maar dat is. Ja, dat is wat die vrouwen zeggen, hè? Ja. Dus uh, jij doet het tien keer. Ja. Een vrouw doet het één keer en je wereld gaat kapot. Ja, ja. ja, maar dat, dat klopt. Maar dat is ook dat zo, dat klopt. dames. Dat klopt, man. Want ook ik ben een traditionele man op veel vlakken. Ja. En ik zeg niet dat een man kan doen wat hij wil, absoluut niet. Maar ik zeg wel, ik ben niet van. Oeh, nu gaan maar 80% van mijn kijkers zijn vrouwen, nu gaan ze me aanvallen. Maar hey, eerlijk over de liefde en shit. Ja. Wij zijn niet op één lijn. Vind ik. Ja. Wij zijn niet op één lijn, vind ik. Nee. Er is een verschil tussen de man en de vrouw. Ging, ja. Niemand moet vreemd gaan, daar heb ik het niet over. Maar, ja, je bent een queen. Ja. Je bent zuiver, je bent schoon. Niemand moet aan je komen. Je bent heilig. Ja. Laat geen man bij je komen. Ik, ik ben een idioot. <lacht> <lacht> ik ga domme dingen doen. Ja. Dat een beetje. Ja. Of zeg dus ik is... gekke dingen, Baba? Nee, man. Orchid tip gewoon. Is, uh, we doen het. Wij zijn, ik zeg altijd, we blijven jagers. Uh, we gaan altijd mooiere dingen zien, of, lekkere of we dingen. Of erop reageren is ik Is anders. aan ons, ja, maar, maar nu ben je wijzer en verder. Ja, ja, ja. Ja ja, <laughs> okay. ja, 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 ja. Miss Angola, ja hoor. Ga ja. even gewoon hij mijn slok. Ja, ja, ja. Ik moest eventjes uh, slikken. Ja. Nee, maar, maar, maar. Uh, je hebt excuses aangeboden aan haar. Ja, aan al mijn exen, man. Dat is de tegenovergestelde van Paddy. Dat is some grown-up shit. Aan al je exen verdienden ze allemaal excuses. Ja, man. Oké, dope. Ja, ik eh. Nou, een biggie man, dit is volwassen shit, Milo man. Ja, nou je moet sorry zeggen, man, broer, want je weet niet hoe je Zei je psychiater dat van: hé, je moet. Nee, man. We zijn een mens met al die mensen. Nee, man. ik heb je zelf verzonnen. Nee, mijn zoontje, zij ehm. zei van ja. Uh, waarom is pa eigenlijk nooit verder gegaan met ma, mijn met oudste zoon? Uh, dus uh, ze zei, toen zei hij van, ja, pa had veel vrouwen toen, zei ma tegen mij. Uh. Dus hij was toen 18 geworden. Toen zei ik van, ja, je mag het nu wel weten. Het klopt. En ik moet sorry tegen je moeder zeggen, want het was niet gepast hoe ik met haar omging. Dus wat zij heeft gedaan, zou wel een reactie zijn op al mijn deurt. Toen zei hij, hè? Maar hoe bedoelt pa? Ik zeg kijk, soms, soms, kan je te ver gaan. En ik ben te ver gegaan bij je moeder. Dus ik ben het kwijtgeraakt. Niet zij en mij. Ik haar. Mooi. Dus ik oh, moet oh, sorry big. zeggen. Ja. Big. That's big. <laughs> ja man. Ja. Traditionele man ook daarin. Essent van. Uh, uiteindelijk kom je wel erachter van. Uh, ja, dan neem je wel verantwoordelijkheid voor je shit gewoon. Ja, nou, maar je moet, je moet die En boys, plus je ja, zoon nee, kijkt nee, ook daarna en die leert dan ook een les, want ik neem aan dat dat er ook bij zit. Ja, van, dat, 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 oh, dat, dat oh, ja. je. kan fouten maken, misschien kan je ze niet herstellen, maar je kan wel je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat, dat uh, was mijn, uh, mijn dingetje voor hem, dat hij ook zag van, eh, hey, ja, mijn vader uh, kan ook zo zijn, je weet toch? Ja. Die loopt een valk ja man ja in deze show tover ik elke week een uh, quote te voorschijn wat gaat dus over de liefde seks en relaties ja en dan samen met mijn gast wil ik erop inzoomen. gewoon just to see what are our thoughts about this ja ze zeggen namelijk in een goede relatie is er maar één die altijd gelijk heeft en de ander is een man ja. Komt eigenlijk neer op happy wife, happy life. Ja. En iemand die 11 jaar in een relatie zit, is dat de key? Ja. Dat is gewoon echt waar wat ze zeggen. That's is man. <laughs> gelijk ja. geven. Ondanks man. je net met de heel verhaal kwam waarin ja. jij graag gelijk wil hebben en ja. jouw vrouw doorheeft: Laat me hem deze geven, hè?" Ja. Wanneer die is afgekoeld, ga ik hem zeggen: man je spakt boeze, ja, dat Snap je? Zij heeft toch gelijk. Weer, ja. Dan kan je het beter oh, toch. Je weet het toch weer na te brengen. Ja, precies zo. Oh, Zij moet... heeft gelijk in de aanpak. Veel beter. Haar aanpak is wel beter. Want dat was jouw narigheid. Ja. Wat is haar narigheid? Haar narigheid is dat ze. Ik wil niet maar... de problemen brengen. Nee, nee, nee. nee maar, man. Eh, maar als uh, ik hoor, 11 jaar, volgens mij weten jullie alles van elkaar. Die Gwint yeah. is ons op next level. Niet zal verrassen. Ja, haar, haar narigheid is dat ze zeg maar dingen voorhoudt tot, tot het te veel is gewoon. En dan komt alles naar buiten. Dus je kan, ja, zaterdag om twee uur heb je dit. Ze, ze een zeg maar, dus binnenvetten. Ja, man, met details. Oh, oh man. <laughs> Ook die, die blijven binnen, ja. maar als het eruit komt. Ja, dag, dag, dag. Details, tijd. tijdstip, alles. Ja, man. En dan jij wordt overrompeld ja. met. Ja, man. Is dat hem? Ja, man. Zie je? En dat zijn toch wel dingen, je moet, je moet gereed staan, want je moet antwoord hebben meteen. En met kan het komen. Ja, ja, ja. En een man is dan niet zo goed in structuur en bijhouden van dingen. Nee. Maar zij, een, zij komt dan met een hele kanon aan. Ja. ja laten Waarheden maar. misschien, maar... Ja. Ja, dan moet je ze <laughs> dodgen, man, broer. Je moet, ja, maar uh, 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 je moet het kunnen doen, man. Ben je daar inmiddels aan gewend of tot de dag van vandaag nog steeds niet van... Hey. Het went wel, maar liever niet, <laughs> liever niet. Maar ja, weet je, dat is haar uh, uh, van de honderd is dat één minpunt. Kan ik nee. wel mee leven. Maar. Van haar honderd zeg je dat nou? Ja, of nee, van haar honderd goede <laughs> dingen. Oh, honderd goede is, dingen. Okay. Is, is, is dat haar minpunt? Is dat minpunt? Ja. Een ja. vetter, dat kan ja. je niet zo goed handelen, zeg maar. Nee. Oké. Okay. maar ben jij iemand die dingen gelijk uitspreekt en uh, nee, ja, ja, dingen ja, ja, die ja. er zitten. Ja, ik kan. Je ziet gelijk dat ik boos ben. Je kan je ik ik, ik je word het niet verbergen. ja nee man ik ben super slecht met dat <laughs> super slecht als ik boos ben ben ik boos als ik lach ben ik lach ik ja. ik ga niet wachten op morgen iets tegen je te hitten, zeggen nou maar ik zeg het nu mm -hmm. het, toch laat die kinderen slapen want je moet ik moet even wat met je bespreken nu het, toch hey maar vijf kinderen toch en, uh, twee kinderen met haar ja uh, de, de, elf jaar hoe doen jullie dat met seks Seks. Dus ik bedoel van, hè, twee kinderen, hoe werkt dat? Het is geen vrije Libby. Moet ja. je rekening houden van, oh, dan gaan ze naar school. En dan moet je gaan inplannen en zo. En dat het... Nee man, bedoel, s'avonds is s'avonds te slapen. We kijken wie we wakker maken. Ja, Weet je dat? ja. ja man. En ja, wie wakker wordt, zeg maar, ja. hey, zo ben je ja. geworden. Ja, sorry man, okay. ga weer slapen. ik moet iets afmaken. <laughs> is ja. een pure pathe. Ja, je oudste was 22 en de jongste? Twee. Twee. Ja. Oh ja, wauw, hele, hele gap Ja man Hoe oud zijn ze allemaal? 22, uh, 20, 20, 18, 13, 4 en 6 oh, uh, 4 mooi. en 2 Oh, mooi verdeeld man Ja man Ja, man. ja. Ik zeg heel eerlijk Het beeld waarmee ik begon <laughs> Traditionele man Nee, maar dit is een goed ding ja. Dat waren mijn vooroordelen Maar is ja. normaal toch? Ik heb de meeste ideeën gehad van Een ja. oh, boy die ja. zit zo en zo in elkaar Ja die begint een beetje een andere vorm te krijgen. In het positief van je, hè? Oké, okay. gelukkig. Want dan, want dan komt een nieuwe vraag voor mij tevoorschijn. Ja. is gewoon... Ben je romantisch? Totaal niet. Dus toch, ja. Dus toch niet traditionele nou, totaal, ja, totaal niet. <tie> nee. Ik ben echt gewoon schat, ik heb lang geen beroemen gehad. Oké, okay, wacht, ik kom. Weet je? je moet mij hinten. Op verjaardag geef je geld. Ja, honderd. hey shit, ik heb geen envelop, hoor. <tie> <tie> Stil, old. Ik, ben, ik blijf zo. What, what, uh, that, dus ik zeg traditionele man, maar ook even de traditionele Surinaamse man. Ja. Die is ook niet echt romantisch, hè? Nee. Even, ik ben ik ben ja, ja. maar ik ben romantisch als een motherfucker. dat even ja. te zeggen. Maar de traditionele studenten man, ja. is niet per se romantisch. Nee. In ik... uh, Aratoligadoro en dat is al romantisch yeah, eigenlijk. Ja, man. Ja, toch? Yeah. Ja. Je hebt nooit uh, een romantische actie uitgehaald wat jij kan herinneren. Wat was het meest romantische dat jij ooit hebt gedaan? Nee, <laughs> heb ik gedaan, Ja. Bloemen, man, bro. That's it. <laughs> That's it. Bloemen. <laughs> ja. En het initiatief moest ook nog. Ik zie de camera operator langs. <laughs> ik heb de camera operator een keer bloemen zien halen bij, bij de Albert Heijn. En die was ook nog in de bonus en die bonus yeah. zat er nog op. Ja. Yeah. Een beetje dat niveau. Dus wat dat betreft yeah. zijn jullie uh, familie. Ja, man, ze heeft. Ja, misschien had ze gehind gehint. <laughs> <laughs> Hij liep langs. Maar is ticken. dat hem. Hé, nou, maar je lekker. Ja. Want als jouw vrouw. Nee, je doet iets goeds. Laten we dat voorop ja, stellen. Ja, ja. ja, sowieso. Maar hoe jij omschrijft, 11 jaar kinderen. Zij houdt rekening met jou mijn man. Hij moet wat meer uit je toverhoed ja, ja. komen. Ja, zeker, zeker. Wanneer gaat dat gebeuren? Ergens? Je, ja, weet je, het gevoel moet komen eerst. <laughs> <laughs> het zal wel een dagje komen. Want het betekent niet dat je haar niet waardeert. Het nee, betekent nee, niet nee. dat je niet van haar, van haar nee. houdt. Nee, of nee, dat soort dingen. En dat je geen moeite voor haar wil maken... Ja. Maar het ontbreekt je gewoon aan. Want als ik naar je filmpjes kijk, ja. je bent een creatief verkeel ja. en een pra creatieve prater op zijn minst. Ja. Alleen op dat vlak komt dat niet tevoorschijn de creativiteit. Totaal niet man. Volgens meer. mij weet je ineens wat voor type bloemen je ja. had. Je ziet het zitten. Je denkt van, ze houdt ja. van oranje. Hé, hey, oranje. Ja. Simpel. Gro gewoon groot <laughs> en rood. <laughs> That's okay. it. Ja man, ik, uh, ik, ik, wat ik wel echt uh, verhaal is echt koken. Uh, ontbijt brengen. Of oh, mami, mama. Dat is, al, dat is al beter dan die bloem hoor. Nee, maar dat, is voor, nou al 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 al... Al... dat is voor mij standaard. Ah, oké. Okay. Weet je, dus zij, hun koken thuis niet. Ik doe alles qua eten. Ja. Yeah. Dus de, de kinderen, uh, um, zij moet uh, brood hebben. en Zij, zij eet geen spiegel ei. Zij wil ei met uien, tomaat. Ja. Uh, kaas en kaas gesmolten in oven en zulke dingen. Ja. Weet je? En dat krijgt zij dan, omdat zij verdienden. Hoe noem je die ei? Ik zeg dat om het stranamangs. Hoe noem jij zo'n ei? Hoe die je nu omschrijft. Die, die ei die je nu omschrijft. Kijk, dit is klutsen. Weet je, oh, zie, ik moet je laten nadenken. Ja. Want voor het hij ei is ei. Nou, ja, Dat moest je ei ei denken. Eet ja. toch? Ja, ja. is het. Hij is klutsen. Kijken is, wat het is, wordt. Weet je hoe lang het duurde voordat ik wist wat de omelet was? Ja, ja. Maar ja. Ei is, ei, ei is ei. is ei. Ja, maar, nee, maar, ze, maar mooi. Ei. Ik zie al die uitjes snijden. Maar ik moet het. Daar ben ik. Dat ja, man. Ja, daar ben ik. Okay. Weet je? ik weet ze wat van eten. Ze <laughs> zegt in de ochtend wat ze wilt eten. En als ze van de werk komt, heeft ze het. Nee, hey, mami, man, dat is al veel meer dan die bloemen, hoor. Het ja. zit hem verstopt, jij weet het niet eens. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk moet ik het haar vragen. Ja. En heb je een paar romantische moves en je weet het niet eens. Ja, het zou kunnen, man. Ze is er nog, dus... Maar <laughs> het zit hem ook in hoe je het presenteert. Ja. Dus kom je binnen, zeggen, baby, kijk hier. Of is het gewoon van, hey, bam, op tafel leggen en tas toe. Daar zit het hem ook in, hè? Ja, ja nee, ik ben gewoon van je Brood, man. <laughs> <laughs> ik heb al 20 minuten actie gemaakt. <laughs> dat, dat was het, Dat zit, man. Ik, uh, ja. ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. Oké. Okay. En eerlijk, ja. want dit is ook iets wat mannen niet durven toe te geven. Vind jij het leuk om wel eens verwend te worden? Tuurlijk. Tuurlijk, man. Dat, dat, dat zijn goede dingen, weet en, je wel. Word je ook verwend? Ja, ik hou bijvoorbeeld van echt uh, dat mijn voeten gemasseerd worden. Serieus? Tijdens, tijdens filmkijken op de bank. En dan dus, krul je tenen ook zo omhoog. Nee, dat yeah, <laughs> kan niet. <laughs> ja, nee, oh, dat is Jouw jou dat, dat, jou dat, jou dat stijf vast. Ja, ja dat. stijf vast. Zogenaamd in de geniet. Ja. Zogenaamd met tegenzin. Uh, uh, nee. uh, ja, ik hou ervan als je echt mijn voeten masseert, man. <laughs> Oké, okay, dat is het. Ja. Dus, uh, Oké, okay. en je verdient het ook ik hoop want, het want, maar. Want ben je een goede man weet je zelf een goede man op dit moment wel vroeger was het nee laat vroeger ja. nee nu, we het wel. Net over nu, nu wel. nu als een je goeie met man. mij bent ben je met mij uh, kom je ook niks te kort denk ik qua uh, de momenten als je met mij bent ja. weet je um, als ik zeg maar thuis ben is het echt gewoon van oké okay. je kan gewoon op de bank zitten alles wordt geregeld mm -hmm. voor jou als vrouw ja. Snap je? Dus als, als vader, als, dus ik denk wel dat ik op dit moment wel mezelf zo heb geëden. Je bent ja. op je best nu, denk je dat? Ja. ja, ja. Daarom moest ik sorry zeggen tegen die anderen. <laughs> oh, okay. <laughs> okay. Ja, Weet ja, ja. je, want mijn zoon ziet mijn, mijn, mijn zie natuurlijk wel hoe ik met mijn, uh, met mijn nieuwe zoontjes omga. Ja, 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 en dat ja. kan een soort van feeling, van waarom heb ik dit nooit dat gehad. Is dus uh, uh, ik, daarom praat ik ook met Papa ze allen. was nog aan het groeien als ja, mens. Dat, dat leg ik ze ook uit. Van, weet je, als je bij mij bent, krijg je dezelfde behandeling. Ja. Sorry dat ik er toen niet was. Ja, ja. Weet je? En ik hoop dat je uh, uh, ziet dat ik altijd mijn best voor je heb gedaan. Dus. Ik zie je wel eens zien huilen. Wie? Miss Angola. Ja, man. Mijn vader komt overlijden. Oh ja. Ja. Toen. Uh, was een van, is een van de weinige keren... Ik ben niet echt een... Ja, want ik zeg dat... Ik, ik zit vast aan de traditionele... Weet ja. je ja. waarom? Nee, als man. ik je zie praten, dan denk ik dat... Amman ja. is nou aan de oude manier van denken. Ja. Uh, uh. Mm. ja. Toen heeft ze het wel eens eventjes gezien. Want dan... Ik, ik loop gelijk weg, Ze zei <laughs> dus dus van... Hij gaat het, bang. baby? Ja, gaat man, maar... Ze ja. zei dus van... Uh, want hij is overleden in Suriname... Ja. En uh, vroeg ze van, wil je gaan? Mm. En dat is, zo dat, dat is dus wat ik bedoel. So, Snap direct, je? Direct, direct. direct zegt ze van, hey, wil je gaan? Uh, moet ik het voor je voor regelen? Ah, ja. Ja. Maar ik ben niet gegaan. Uh, omdat het het, het, het... het kon toen niet. Ja. Ik zat echt ik zat in een periode in mijn leven waar het niet kon. Ja. Dus uh, zij heeft het wel geregeld door Ze zei van, hey, uh, het geld staat op de rekening, ga gewoon. Mm. Ik zei: Nee, niet met dat geld. Ik wil niet. Ik wil gewoon, hij ziet het. Ik geloof bij, bijvoorbeeld dat mijn voorouders uh, um, mij beschermen. Mm -hmm. Dus uh, hoe hij kwam te overlijden, weet ik dat hij het ziet. Zo, mm -hmm. so, dat so, is mijn culture. Mm -hmm. Dus um, heb ik met mezelf gesproken. En uh, ja, man, toen zag ze het wel even van: hey, het is het is wel een momentje in zijn leven. Ja, ja, ja. Ja, man. En dan cultuur, mannen. Mm. Je ben van cultuur. Ja, ik, ik, ik heb geen geloof. Ik ben echt van... Nee, dat is je geloof, man Ja. Nee, maar, nee, is... nee, geloof en cultuur zijn echt uit elkaar bij mij. Hoezo? Waarom? Het is geen boek. Nee. Je zegt het verkeerd. Je bedoelt religie. Re ja, religie is, is, is ja. De religie is wat anders, ja. man Ja. Geloof. Ja, is, is heel wat anders. Het ah, ja, dat is culture. Ja, man. Door? Ja. En ik vraag dat omdat uh, dat zou betekenen dat je ook uh, op een bepaalde manier leeft met je vrouw als het goed is. Ja. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Uh, jij, jij Jij bent de kok, gaf je al aan. Ja, heeft een reden. Heeft een reden, Ja, de. Met trefels. Uh, nee, niet met trefels, maar ik, ik, um, ik ontwijd dingen, zeg maar. Ja, yeah, I get it. Ja, weet je, we eten zeg maar, alleen maar waar mannen koken. Je, dus ik, ik, ik zeg niet dat ik trefoes heb, want dat weet je vaak niet eens. Nee, maar gewoon uh, voorkomen is ja. beter en genezen. Ja. Zo heb I ik mijn it. leven ingebouwd, zeg maar. I get it ja. ja. En voor zo'n dame, zij komt van een andere cultuur dan Angola, maar she ja. get it. Ja, ja, ja. Want ik dat ben is, heel streng. Worden, want, ja. uh, want ik ook namelijk, als ik met uh, een dame wat dieper ga dan gewoon oppervlakkig... Ja. dan is dat ook iets wat ze gelijk uh, moet weten, van hey... Uh, Bijvoorbeeld als jou, dat betekent, neem ik aan dat als jouw vrouw menstrueert, zij, jij sowieso, uh, uh, zij hoeft sowieso geen eten aan te raken om nee, nee, dat naar nee. jou te geven. Niks. Juist. Maar dat weet ze ook. Ja. Dus ze ontwijkt de boel, zeg maar. maar ja. Ze doet het nu zo goed dat ik het niet eens meer weet. Dus ja. zeven, en dat zeven, is, zeven zeven is niet een. Weet je wat ik deed ja. toen ik uh, 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 een vriendinnetje had, ja. en zij was uh, uh, van een andere cultuur, zeg maar. Ja. Dus dan moest ik het uitleggen. Maar wat ik deed, want je vrouw is je queen, neem ik aan, ja. toch? Dus om haar niet vrolijk te laten voelen, ja. zeg ik tegen haar, hé, hey, wanneer jij menstrueert, dan ben je queen. Je hoeft niks te doen. Ja. Ik zorg voor je. Ja. Ik breng eten voor jou. Ik breng dit voor jou. Ja. In plaats van, hé, hey, als je... Is dat weer, toch? Ja. Als je moet je niks voor me brengen, hoor. Dus ja. ik pak het nog steeds mooi in, omdat het is je queen is, ja. toch? Inpakken en je moet sowieso ja, je je, wil, je, kun je niet frommel laten voelen. True. En het is ook niet iets frommel, maar het is gewoon jouw uh, cultuur. Ja. Dus, uh, ja, gelukkig heeft ze het wel gelijk begrepen. Oké, okay. ja, dat, is goed. dat ja. is goed. En waaruit uh, uh, zijn er nog meer dingen uh, uh, waarmee jouw relatie rekening moet houden met betrekking tot je cultuur? Uh, dat als mijn kinderen ziek zijn. Dat ik niet alleen kijk naar de ziekenhuis. Mm. Dus ik ga wel mijn tante bellen even. Hij <laughs> yeah. is iets met mijn zoontje. ik so yes. yes. het toch? En mijn zoontje was, uh, uh, ik denk vorig jaar of twee jaar geleden alweer, was in de ziekenhuis met een buikpijn. Mm. Artsen konden niks vinden, maar mijn boy is aan het kraperen. En ik raak snel in paniek bij mijn kinderen. En toen heb ik ook mijn tante gebeld. Nee, mijn tante belde mij. Vah, Ik heb ja. gehoord, mijn boy is in de ziekenhuis. Ik zei ja ik zei, van, hé, weet je wat, doe dit even. Hmm. Ik heb haar uitgelegd, van luister dan. Dit, ik snap, want zij is je getuige. Die tante? Nee, die vriendin van. Dat wil ik ook net zeggen. Oké, okay, ja. ja. Dus die. Oh. Snap je dit dus, Ja, dus nu, ik zeg tegen haar, luister dan. We moeten dit voor onze kind doen. Dus eventjes Jofa, eventjes in de kelder zetten. Want je Ai. moet even blazen, Ze heeft het gelijk gedaan. Weet je dat we binnen twee dagen gewoon weer thuis waren? Oké. Okay. Snap je? Ja. Dus je moet wel. Nou, Oké, okay, ik zei toen daarna dan. Uh, weet, je, weet je dat dat me niet echt interesseert? Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Mijn zoon is beter. Dat, ja, dat ja. was die main focus. Ja, ja. Snap je? Dus ik, ik neem dat wel heel serieus. Ja, ja, ja. En dat moet zij, als ik iets aangeef, moet zij dat ook doen. Hé, hey, maar dat is bijzonder. Uh, jouw vrouw is dan Jehovah's getuige. Ja. Uit al die christentakken is zij dus Jehovah's getuige die zelf ook hun. Dingen hebben. Ja. Uh, uh, de, dat mag niet of dat hoort niet en al dat soort dingen. Ja. En dan heb, heb je jou, die dus dat niet is. Ja. Uh, uh, jouw geloof is vooral in die cultuur ja. van die Stranamang, ja. uh, wat weer afstamt van uh, de Afrikaan ja. en de Indiaan. En de inheemse, inderdaad, in deze, van, Surinamer. Ja. Uh, van Suriname, 100 ja. Maar dat vind ik mooi. En it works. Ja, ja, ja. Rekening houden met haar en zij rekening met ja, mij. Dat is alles, toch? Ja. Dat is alles. Ja, als het om geloof gaat, dat is alles. Ja. Of religie. Ja. Want mijn man, meteen eerlijk, ik ben ook niet een man van religie. Heel ja. erg van geloof. Ja. Heel erg spiritual. Ja. spiritual. Maar religie is uh, niet mijn afdeling. Nee, Iets mij is, is wat nee. ik kies van is niet voor mij. Maar als ik een partner zou hebben die religieus is, ja. en christen, moslim of wat dan ook, ja. zou ik het respecteren. Ja. Waarom? Het doet in ieder geval iets voor jou. Ja. Iedereen heeft hoop nodig. Ja. En als dit is, uiteindelijk gaat het bij mij erom. Uh, probeer jij daarmee een goed mens te zijn. Ja. Want dat moet de basis zijn voor iedereen. Je wilt ja. een goed mens zijn. Jij ook met je cultuurding. Jij wil je goed mens zijn. Ja. En jij gelooft dat dit jou helpt alles. Ja. Maar als je daar geen respect voor hebt, want ik kan wel respect hebben voor iemand die Jovas getuige is. Ja. of Christen of dat soort dingen. Ja. Het gaat om ons en dat, dan nemen we dat mee. Ja. Maar ik zeg dit omdat ik heb meegemaakt waar het bij mij misging op dat gebied. Ja. Bij mij ook Bij religie ging het mis. Ja. Niet toen van mijn kant, ik kan het respecteren, maar omdat het van de andere kant ja. Opdringen. Ja. Nee. niet gerespecteerd werd. En, dan, en dat vind ik cool, dan zeg ik, is goed, laat het bossen, want dan is het er niet wat. Ja, nee, we hebben ook, uh, ik, ik ben heel ook, vroeger was ik radicaal, zeg maar, qua dat. Ja. Want ik, ik, ik kon het niet begrijpen waarom jij, zeg maar, een boek gelooft. Ik kon het niet vatten, terwijl er heel veel informatie te Google is... maar je zit op Instagram. Dus ik begreep het niet, weet je En um, ik ben ook gaan inlezen van de Jova's getuigen en dit. Dus ik ging haar elke keer maar proberen over te halen... om, zeg maar, uh, cultuur te begrijpen. Want je bent Afrikaan. Ja. Dus ik, ik begreep het gewoon niet. Ja. Maar na een paar jaar zie ik dat eigenlijk, ja, schoppen tegen de scheen heeft niet geholpen, omdat dat haar geluk is of dat haar piece Precies, precies. Dat moet je ook respecteren. Ja, dus uh, ik, ik ging haar op een gegeven moment gewoon wakker maken: Van, hé, hey, je moet toch naar de zaal gaan. Je yes. Hou die kinderen, ga je ding doen met je moeder en eh, je zusje. Mm. Um, toch? En zo zag ze op. Hè? Zijn groot, ze zijn hebben grote dingen in de rij en zo. Ik maak haar gewoon, ik zet haar nog af, alles. Oké. Okay. Je van... bent supportive in haar, uh, ja, hoogvast dat... getuigenis of hoe je dat noemt. Het helpt haar. Juist, juist. Ja, dus op het begin met, hey, nee, dit, dat is dit werkt beter dan zeuren. Juist, juist. Weet je, ik moet ook haar boekje lezen, dus ik, ik denk, hey, dit, dit komt wel gunstiger uit als zij gelukkig is, ja. als ze daar is. Dan kan je wel. En toen uh, vroeg ze me eens een keer om mee te gaan voor haar broertje. Ja. En dat was wel een van mijn grootste dingen ever. Want ik vertrouw geen ene Tori met wit, wit manks meer. Deze dingen zijn van witte mensen. Al die zalen, kerken zijn van deze mensen. Ja. En ze hebben genoeg verteld. Mm -hmm. Weet je? Maar uit respect. En dat het zo'n grote ding was toen die tijd voor, voor haar broertje. Ben ik daar gaan zitten? Ook al begreep ik het niet, ook al wil ik het niet begrijpen, maar ze, ze was echt blij dat ik meeging. Juist. Weet je, dus dat, dat, dat had me wel laten inzien: van ja, het hoeft niet jouw pad te zijn om, om, of, of dat jij gaat bepalen wat goed of niet goed is. De basis is zij en jij. Ja. En jullie hebben allemaal dinkies. Uh, de ene heeft religie, uh, dit geloof, dat geloof. Ja. Maar de basis is jullie. Ja. Dat is een keer wat ik een chick probeer uit te leggen. Ja. De basis moeten wij zijn. Ja. En waar je druk om maakt: ja. over, ja, hoe zal dat zijn als ik zo'n jongen thuisbreng die niet dit is, niet dat is. Vroeger had ik gouden tand. Als ik een jongen met gouden tand thuisbreng, ik zeg: hé, hey, als je met al dat soort dingen bezighoudt, ja. dan is het uh, conclusie is heel simpel, man. Ja. Ik ben niet mee. voor jou. En ja. je damn show een voor mij. Ik was ook een van de gekste keuzes, denk ik, uh, om mij mee naar huis mee te nemen. Ja. Snap je? Boy Guess who's coming <laughs> to dinner? <laughs> <That you dreadlock. laughs> Snap je? En, ja, was, was, je en ik uh, zat daar gewoon, weet uh, toe, ik, mee mee, ik hou van mijn kiek. Yeah. En ineens was iedereen <laughs> ineens los, weet je? Van, hey, zo. Yeah. Hij is gewoon normaal, hè yeah. Ja, dus, het uh, ja. is goed gekomen. Maar dat is, het kan goed komen als ja. het is met respect en lobby. Ja, ja. Nu hebben we het over religie, maar ik vind als je in een relatie zit... En dat is ook een cultuurding, hè. Bij andere culturen is het heel belangrijk wat de gemeenschap vindt. Ja. Hé, hey, die lobby is tussen jullie. En de gemeenschap is een mooie bijkomstigheid. Maar als je daarna gaat kijken, is not gonna work vanuit mijn kant. Kan ja. ik je vertellen. Want de het... focus ligt hier. Ik respecteer al die dingen om je heen. Maar als dit niet één is, wat wij hier doen... Aan ja. ja, dat heb ik haar ook gezegd. Van. Dus die understanding hebben jullie wel, dat ja, is mooi. En ja. Ja, 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 nou, wat jij zegt is mooi dat je zegt, van, want, want daar zit het hem in. Misschien doet religie niet veel voor mij, maar als ik weet dat het veel voor jou doet, ja. dan ga ik erin ondersteunen. Ja. Als ik zie dat het je uh, goed leidt. Ja, ja, ja. Weet je, maakt niet uit wat ik ervan vind. Ja. Ik zie dat jij erin gelooft, want check, jij zou ook familie hebben, uh, christen familie. Ja. En hier zit het hem in. Uh, misschien ben ik geen christen. Maar ik heb wel een tante die voor mij bidt op haar manier en christending is en dat waardeer ik. Ja. Dus lobby daarvoor. Ja, dus je kan, wat jij dan vroeger deed, dat is ook als je jongen bent toch? Yeah. Dan wil je tegen dingen aanschoppen, weer laat zien, nee, dit, is... Nee. It's yeah. all good. Ja yeah, man. En ik, jij vindt het ook niet leuk als iemand iets aan jou gaat verkopen. Yeah. Als een jood als getuige elke dag bij jou aan de deur komt. ik wil je even een verhaal vertellen. <laughs> Lastig. Ja. Yeah. Ja, yeah, yeah, yeah. um... Figure it out yourself. Respect It's all about respect. Ja yeah, man. En ik vind het een belangrijk ik vind het een belangrijk uh, dingetje in relatie of dat werkt en ja, bij jou ja. werkt het dus ja. twee verschillende geloven ja. want jij gelooft dit zij gelooft dat ja. maar jullie geloven vooral in elkaar en daar is ja. die raakvlak ja ja man toch ja ja man mooi het is, ge is geluk qua dat ja toch ja man en dan ook Jovas getuigen. ja dus voorjaardagen <laughs> Zij vieren geen verjaardagen en geen feesten en... Ja, dat, dat is de oorsprong. Maar dat zeg ik toch. Ze is toch mijn kant opgekomen. Want ik zeg, hé, hey, mijn kinderen gaan echt wel gewoon een fiado uh, eten. Ja. Je wat ik bedoel? Ja. Mijn neefjes gaan echt... Mijn, wij zijn echt familiemensen. Ja. dus... Ja. Is leuk. Maar mijn nichtjes gaan, ook al zijn ze niet uitgenodigd, ze gaan op zijn verjaardag komen. Dus we moeten ja. koken. Er moet eten zijn. Dus die dingen tellen niet bij ons in huis. Ja. Buitenshuis mag ze zelf weten wat ze doen. Dus bij de moeder is ja, ja, ja. het bijvoorbeeld weer niet. Mm. Snap je? Je kan niet bellen, gefeliciteerd mevrouw of zo. Yeah. Oké, okay. minder werk voor mij. Yeah, yeah, yeah. Maar bij ons thuis? Nou, maar mijn kinderen moeten wel gewoon een oma cake eten, maar je bent gek man. <laughs> ze moeten hun ei eten als ze jarig zijn. Ze weten niet waarom, maar dat komt nog wel. Het is mijn ding. Yeah. Mijn kinderen moeten mijn cultuur ook meekrijgen. Dus, en ik vind het mooi om uh, te horen dat het, uh, dat het werkt... ondanks twee verschillende overtuigingen. Ja. Dus dat is mooi. Ja, man. Dat, dat er is... Ja, ja man. man. Ik word er emotioneel van, dus we gaan een break nemen. <laughs> is goed, zet die, man. <laughs> zet die. Hey. Hey, no ik heb oh, nog nooit zo'n ruzie gehad. Wat? Serieus? Ja, man, bro. Dat is niet boem, man. Dat is toxic. Op straat, hè? Dat is toxic. Bro, die mijn stoot die man gewoon op zijn olie. Ik denk, ik kijk, de ga naar huis, man, bro. Oh, de mam, maar, maar ze gaan weer samenkomen. Ja, natuurlijk. Wanneer ze weer samen zijn, laat ze bij me komen. Kilis ja. Love Line. Met vandaag Bawa Tori Mang Jaga. En Amalay Tori. Want ik zei het al, jij dropt al jaren filmpjes. En jij was misschien een van die eerste die ik op die manier gewoon. Uh, dingen aan. Tele uh, telefoon aan en een mening geven over iets. Niet eens moeite maken met de background. Soms zit je gewoon voor een verwarming. Ik denk, Amand ah is nou echt. Het uh, is, what it is. <laughs> <Yeah>. <laughs> wat het is. En tot de doet. dag van vandaag nog steeds. Zelfde plek. Deuk in de boek. En heel veel mensen zijn je na gaan doen daarna. Dus uh, dit, dit is een beetje ook. Give you your flowers. Thanks. Ja, yeah, thanks. <laughs> yeah, thanks. Nee, yeah. maar heel leuk. Gewoon mee niks droppen en shit. Yeah. Uh, 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 wat ik wil doen. Ik wil een paar thema's droppen. Waar ik jou over heb zien praten. Mm -hmm. En dan wil ik dat je je mening geeft. Zonder dat je zelf lucht geeft om na te denken. Gewoon bam, wat direct in je opkomt. That's good. Right? Let's go. Let's go. You ready? Ja yeah, toch. Neppe billen en tieten. Nou, maar minder plastic. Jou niet van plastic. Nee, man broer. Liever heb je een kleine persik. Dan heb je ik persik. Gewoon een kleine. Alles is maar, goed. Wat anders. zei je? Milop, zo ik persik? Ja. Tietjes. Oh, we hebben over tietjes. Ja, okay, t toch? De emoji persic staan voor billen, maar is goed. Oh, nee, nee, dus nee, nee, die diotank, Milo, sorry, die, nee, nee. die nee, nee. nee, perzik, dacht nee, ik no, van no, no, no. hier moeten we dieper op ingaan of misschien liever niet. Nee, 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 nee. We hadden het over Bobby's. Bobby's. Okay, ja. Yes. ja, man. Niks van plastic, niks van. Nee. Ik, nee, ik doe niet aan uh, neppe dingen. Oké. Okay. Nee. Dus nou, nope. dus ze kan alle kwaliteiten hebben. Lieve meid, niks <laughs> mis mee, karakter perfect. Maar neppe billen en dingen, dan zeg je al van nee, man, afkeer. Friendzone, dat wel. Je kan ja. ja, er wel kloppen houden, eventueel. Katrina. Oké, oké, oké. Dit is eigenlijk dan een, een vervolg van, maar... een killer body is niet alles. Nee, man. Waarom nee, heb je nee, daar nee. een filmpje over gemaakt? Waarom ik... Omdat stinken. sommige stinken. Sommige meiden met, met killer body... Met killer stinken. Dat heb je meegemaakt. Ja, man. In een feest, echt, echt een ketsoetje denk van... ja, man. Mm -hmm. Vandaag... Kan het misschien zo zijn dat hij 11 jaar mocht <laughs> <laughs> En dan komt ze je omhelzen en je rijk gewoon. Vroeger had je zeg maar vuilniswagensap. Vuilniswagenjuice, ja. Oh, dat? <laughs> ja. Oh, nee, man. Herinneringen gewoon, de oksels gewoon. Ja. Nee, man. Of je mond stinkt. Het is de enige reden waarom die 11 jaar is gewaarborgd. Omdat Represent. Ze... <laughs> <laughs> Represent. Ja, nee. Killer body. Voor hey, niks. En ik zal je wat zeggen, je hebt het over killer body, hè? Het is iets anders, maar ik zal je wat zeggen. Ik, ik vind, het doet me pijn in mijn hart om het te zeggen. Maar Biggie Billen, hè? Ja. Biggie Billen. Mm -hmm. Ik heb zo'n traumatische ervaring. Ja. Dat nu, als ik Biggie Billen zie, ja. ik niet enthousiast raak. Ja. En ik ben een Billenman. <laughs> Weet ja. je waarom? Ja. Omdat ik denk. Ja, maar weet je, je billen te wassen. Ja, dat kan ook. En dan hoef ik niet eens het verhaal te vertellen, Want ik heb dus niet één keer, niet twee keer, drie keer meegemaakt dat zo'n een biggie ja, ze kan die biggie billen niet verzorgen. Laat me het zo brengen, want ik krijg weer herinneringen en shit. Niet waard. Dus daardoor, sorry jij dat biggie Ik hou van biggie billen, Shit. Maar dat is waarom ik nu een beetje terugdijs bij Biggie Billen. Ja. En ga voor medium. Of hey, mooi small package, want ik ben een billenman. En billenman betekent niet per se groot. Nee. Ik hou van mooie billen. Ja. Groot, klein, uh, mooi, long toe. Ja. Daar gaat het zeg ik gekke ding is. Dat, zit het hem daarin of nee, nu nee, naar nee. Biggie, billen, Biggie Billen? Nee, nee, nee. Je nee, 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 nee. hebt gelijk. Het ligt eraan hoe het is. Je weet, ja, het het groot, kan groot klein, zijn, maar plat. Dus er zijn heel veel soorten. Groot, ja, niet, nee, inderdaad. Nee, het, moet, het moet mooi zijn. Ja. Mooie billen. Ja. En die kunnen klein zijn. Ja. ja, ja, ja. Kunnen, dus dat. Maar ik heb dus een paar ervaringen... Ja. met Biggie Billen... Ja. dat ik nu een beetje... als ik Tjemeit met Biggie Billen zie... eerst wat ik denk is van... maar weet je, te wassen. Ja. Ja. Ik heb hem gelukkig nooit gehad, man. Want ze weten bij mij. Van, ik, ik maar... Vroeger als je zo'n billen had, moet je eerst gaan douchen. Eigenlijk moet je sowieso altijd ja, gaan douchen, moet, maar je soms moet, loopt het ja. anders. Ja, nou ik spaar je mooi man. Ja? Ja, ik okay. verpak je mooi netjes, want Verstandig. Ik wil, Ja, en ja. daarom heb je het misschien ja. meegemaakt. Ja, <laughs> ja, ik ben gierig, dat is wat hij wil <laughs> proberen te zeggen. Oké, oké. Ja, okay, okay. ja nee, nee. en ik heb het geleerd. Ja. ja. Dus ik moet Biggie Billen weer een kans geven, ja. maar ik ja. moet er anders mee omgaan. Ja, ga, ga eerst douchen. Uh, uh, uh. Nee, want ik vind, en daar sta ik op, is, is een meid de verantwoordelijkheid, hè? Ja, want zij eh, moet toch weten: van... hé, hey, misschien is alles niet correct. Laat me. Nee, maar soms is het, hoe, zij, hoe zij, zeg maar, de, hoe jij denkt. Hoe ik crazy ben, is zij ook crazy, ook. dat bedoel je. Ja. Ze had niet verwacht dat hij bij oppa billen zo mooi netjes. Kan Biggie billen, jongens. Echt. Het nee, traumatiseert nee, man. Nee, man, even eerst wachten. Maar, dus je... nog steeds fan van de Biggie billen. Misschien moet ik weer overtuigd worden. Ja. Als je kijkt, overtuig me. Ja. Help die man. Help me. Is er, is hieronder komt uh, donatie... Uh, ...nummer. Oké, okay, we gaan verder. Vrouw met zweetvoeten. Ja, heftig man. Dat zeg ik. Dat zijn allemaal hey, dingen... Ze zijn meestal die. mooi, hè? Toch? Killer bodies. Ja, ja, ja. Het zit <laughs> in de killer body department, ja, hè? Man. Omdat Heb ze... je ook meegemaakt? Ja, man. Die ook, ja. Ik is blokkeren, verwijderen, vitrinekast. Ik heb een keer meegemaakt dat. En mijn, ik heb verschillende situaties, <laughs> uh, scenario's. Ik, ik, het is af en toe leuk ja. in mijn leven. En die smouw wist het. Dus voordat ze de schoenen uit deed, zei ze. Maar ik heb veel gelopen vandaag. Hè? Ja. En ze doet die schoenen uit. Ja, en ik zeg, je gaat nog een stuk lopen, maar richting de deur. Ja, man, ja, oh, man. Ik zou de liever stink je billen. Ja. Maar oh, die, toch die, wel? Die, 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 die Nee, nee, als je moet kiezen tussen zweetvoeten en tingiebillen. Ja, ik, ik zou. Ik zou zweetvoeten nemen. Tingiebillen is, is heftig. Want Doe je hebt, meneer, je hebt je het nodig, hè? Je hebt Voet. het nodig. Ah, no, maar het. dan gaan we sommige posities ontwijken. Maar nee. die, die voeten niet, man. Voeten is gewoon, kom. Gaat het? Ik heb altijd schone sokken. Nee, nee, ik heb... niks, niks mag komen. Geen hulpmiddelen. Het is wat het is. No, wat dingen billen, weet je waar dingen billen naar ruiken? No, naar, uh, uh, wat tingy, tingy, ik kan het niet eens uitspreken. <laughs> wat dingen billen naar ruiken? Nee, man. Na dingen billen. Weet je waar zweetvoeten naar ruiken? Ja, man, ja, ja. Ja, suah. Ja, ja, ruikt naar jonkie. Ja, dat <laughs> Ja, dat no, ding is wel echt ook. Okay. Dus ik zou over na te denken. Ja. Ja, man. Van gang op. Ja, man. Je begint een beetje, een <laughs> beetje eh, te twijfelen. Ja. Laten we gewoon afspreken dat we geen tingibillen en tingifoetomates uh, nee, nee, nee. uh, toelaten. Nee nee, ja? nee, 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 nee. Never. Maak moeite, maak moeite. Ja. Dat is je weet, wel, alles je wat, gaat wat we je vragen. vragen. Ja, je, je weet, weet, dat je weet je er staat iets te gebeuren. Nog een voorbeeld. Zeg die chick doodleuk. Als ik wist dat dit zou gebeuren, zou ik me scheren. Trek ze de broek naar beneden. Zit daar een of ander Turkse man opeens voor me? Ja. Weg. Ja, weg. Die is ook sowieso. Dingy zweetvoeten of uh, behaarde benen. Je, je, je bent... moet kiezen, Mimang. En je moet seks hebben met een van ze. Welke gaat door? behaarde benen. Behaarde benen? Ja, ja, ik zou die nemen. Behaarde die steek benen, Mimang? Die, die steek niet man. Man. We gaan voor beha behaarde benen, camera operator. Ja, Jullie gaan allemaal voor ja, behaarde benen. Jij neemt gewoon die tingie. <laughs> Mimang, behaarde benen. Ga je voor die tingie? Want dat blijft over, hè? Ja, klopt. Het is mijn show. We gaan verder. Ah, wat ik zit wil. Nee, maar behaarde benen. Vrouwen hebben niet zoveel. Licht uit, je voelt het toch? Nou, man. Man. Nou, nou, ik hou alleen je tenen vast, hè? Meneer, ik voel die, die tenen. Die, ja, ja, die twee dikke. Die, die die twee tenen dus. Ja, man, ik ben aan het gaan, man. Nou, nou, ik heb. Oh, ik jij heb ging, behaard... jij voor die behaarde. Oh, man, kon niet. en dan ontwijk je, en dan hou je ja, die dat. tenen vast. En die cactus die bereikt je niet. Hopeloos is het voeder. Samen met elkaar in de Oké, oké. Nogmaals, verzorg je fucking zelf. Dat is wat de vragen. <laughs> Dames gaan te ver met speeltjes. Ja. Ja, maar je kan ook meedoen en dan vind je het ineens niet meer erg. Ze, hun... Maar in eerste instantie, wat was je idee bij dames gaan te ver met speeltjes? Laten we eerst omdat, dat ze, omdat ze een koffer, sommigen hebben gewoon een koffer. Shit. En gewoon, je zegt, ja, weer een speeltje. Welke gaan we Wat? Heel, en je ziet ook die Terminator ik, 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 aan het ik, ik, einde ik van niet, die doos. Ik, ik wil niet bij elk voorbeeld een verhaal tevoorschijn halen, ja. maar ik, ik moet wel. Ja, Dat, je hebt echt al, Dit verhaal heb ik waarschijnlijk al eerder verteld, maar ja. ik weet nog toen ik jonger was, toen ik voor het eerst een meid tegenkwam mm -hmm. met heel veel speeltjes. En zij was freaky. Ja. Wij deden freaky dingen. Ja. Geen zweet, uh, voeten, uh, behaarde benen, uh, tingy billen freaky. Ja. Maar voor die tijd, ik praat over jaren negentig, so. die dingen die nu in de mode zijn, ja. deed ik toen, en we spraken niet over mode. Dat is gewoon een grol. Ja. En zij ook. Maar toen ging ik bij haar in de kast en ik opende een kast. Niemand, ja. ik lieg niet voor je. Ik opende een kast en een licht ging aan boven. En die ze me had om in Sanies met prikkels, alles. En ik zeg: Yo! <laughs> dus ik benader haar. Ik zeg: Hé, hey, fissa. En zij werd boos en beledigd. En ze vond dat ik een soort grens had overschreden, en daar was het ook gebost. Terwijl ik denk van... Die wil ik ook. Is dat <laughs> toch? Ja, toch we let's get it in. Let's ja. get it in. Ja. Dus ja. Dat zeg ik. Zijn, ze hebben, ze hebben, die kistjes zijn gewoon te veel. Ja. Maar, maar wat ik ook heb gemerkt... is dat ze vaker van deze feestjes hebben... zonder dat we het weten. Oh, van dat soort ja, tippen weer feestjes. Ja, Vincent. zogenaamd. Ja, ik mijn vriendin <laughs> heeft een feestje. Een privéfeestje. <laughs> oh feestje. ja, klopt. Maar klopt, klopt. Heb, weet je hoeveel van die dingen ze kopen? Boy. Op aanbetaling. After pay. Nou, ik neem deze alvast mee. Hé, deze man heeft gelijk, hè. <laughs> en vrouwen kijken naar, die hebben die feestjes ook. Ja, veel. Een chick vertelde mij over uh, zo'n feestje waar je het over hebt. Wa waar ze dus deeltjes verkopen en shit. En zo'n chick is waarschijnlijk zo'n affiliate. En die maakt money op hun. Dat, ja, dat, dik. Die, dat, dik. Daar letten ze dan niet op. Maar is goed. Is je vriendin. Is je vriendin. Maar ze maakt money op je. Ja. Maar goed, ik luister naar het verhaal. En hoe meer ik naar haar verhaal luister, hoe onzekerder ik word. Want wat ze daar omschreef, omschreven. Ja. En die kocht zo eentje en zo, en zo breed en zo zwart. Ik ja. denk, ik ga er van mooi. Ja, man. Da, da, ja ja. Nou, dat is niet dit jaar. Ja, man. De... Bullshit. Gaat te ver. Je hebt gelijk. Nu begrijp ik het. Dames gaan te ver met hun speeltjes. Ja. Maar toen zei je meteen daarachteraan, maar. Maar, kijk, als jij mee mag bepalen wat die aankoop kan zijn, dan wordt het interessant. Jij wil ook een speeltje? Nee, zeg maar, dat, wat om zij moeten gebruiken. No, no, dat oh? is om te slaan. Dat <laughs> Zal die kinderen komen. <laughs> Bro, houd hou dit. <laughs> <laughs> nou, soms, soms heb je zeg maar, jab, 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 tape, klemmetjes. je hebt tepenklemmetjes. Je kan meedoen. Ja, ja. En dan heb je zin dat hun dit nooit zouden kopen. Ander soort balletjes. Baba is je? een friek. Ja, ja, ja. Als, als het erop aankomt, hoe kan Hoe Heb je wel eens een speeltje gebruikt met een chick? Ja, tuurlijk. Ja, man. Hebben we zijn kokkering aangegaan? Ook, ja. Vissen, hè? Ja, ja, ja. Die, die, die trail is belangrijk. Ja. Die, ik, ik, die, ja, als, die trail doet veel. Als Siri man dacht ik ook... Hé, hey, ja. shit. Nee, maar, <laughs> ja. maar was je gelijk... Stond je open ervoor? Want je nee, praat niet zo. Ging, ik ging het eerst echt uh, 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 aanraken, testen. Put mijn vinger look up, Nee, maar alleen het... Kom jij ermee of kom zij ermee? Zij kwam ermee. Alleen het voorstel. Was je niet beledigd als traditionele sanaman, Dat je denkt van... Hé, hey, maar voor elkaar, als af me... Dat doet het niet voor je? Nee, ze had me gekleurd, man, broer. Oh, hoe dan? Ze zei van, ja, dan komt, komt het bij mijn clip Dan kom ik sneller klaar. Oké, okay, kom. Okay. Ja, ja, okay. want dan heb ik what? minder stootkracht. Lissy, ik dacht van, ja. you know what? Oké. Okay. Zij <laughs> zit op me. Ja, ja, ja. Let's get it in, man. Ja, dat is Ze had en, me gekleurd. En, en, en toen deed je die kokkering uh, aan en ja. toen? Ik dacht, oké. Ja, okay. Ja, vind me. Ja, <laughs> <mee. Ja, afin laughs> me, ja, vind <afin> ik <laughs> Weet je, want dat was een, 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 een kwaliteit. Ik zeg eentje. je eerlijk, mijn ja. man een kokkering van tijd tot tijd is ook voor de man, uh, ja, ja. die vibratie, uh, ja. zijn feestje. Ja. Ja, en, en, en hoe zij reageert daarop? Zo'n bonus. Zo'n bonus toch? Ja. Je hebt echt veel ze van die dingen. Ze komen een stuk sneller. Ja. Weet je, minder werk. Je kan ze twee Ik keer. Ik had er doen. niet achter je gezocht, mijn man. Ik moet ophouden met al mijn uh, uh, vooroordelen over jou. We ja. zijn nu alle uh, uh, anderhalf uur aan het praten of zo. Ja. Nu stopt het, die vooroordelen. Ik ben helemaal overtuigd. Ik ben helemaal, jij bent niet zo traditioneel man als dat ik dacht. Want de traditioneel man zegt kokkering, ik doe normaal dat ze doen. Ja. Want ik was ook zo. Ik was ja. beledigd. Ja. En hele fitti ging aan vooraf. <laughs> Toen ik ze me had overtuigd. Ja. En eenmaal aan die man. Ja. Zeg van, oh yeah. ja. Maar die teorie. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Dit is iets. Ja, man. En zo, zo moet je meedenken, meewerken. En dan uh, wordt het steeds leuker. Baba kok ring jaga. Want dat gaat te ver weer. Ja, ja. Tramolukato. Oké, oké. Nee, oké. Hé, verrassend. Vrouwen die zeggen dat ze geen man nodig hebben. Nee, man. Die moet, die, ja, ze moeten in de sloot geslingerd worden. <laughs> Waarom zo <laughs> nee, grof? Nee, man omdat die soort vrouwen. hebben juist een man nodig. Ja, <laughs> toch? Die, man, die vrouw zijn zo lang alleen. er is een vrouw laat die ging trouwen met haarzelf. Oké. Okay. Weet je wat? Doe dat. Dan ja, zijn we dan van. Zijn ben je van ver. de markt voor, met <laughs> jezelf? <laughs> ja. Maar, nee, man, je hebt een man nodig en wij hebben jullie nodig. En als je dat zegt. dat betekent dat jouw karakter de verkeerde man heeft aangetrokken. Je oh? kan mij niet de schuld geven voor jouw keuzes, brengen. Ja, ja. Dus, en die soort vrouwen overtuigen altijd die leuke vriendin dat zij het ook moet gaan doen. Kom ik kunnen uh, vergiftigen met ja. hun bullshit? Daarom, die mensen, die dames geven kampari in plaats van wijn. <laughs> <laughs> Ga je mond wassen, laat me er met, met je vriendin praten. <laughs> maar oké, okay, voor de vrouwen, want we willen, hier willen we niet mensen uh, veroordelen in Gillies Law of Line ja. of aanvallen. Nee. We willen mensen uh, stimuleren. en... En motiveren. Ja. Wat zou je uh, stimulerend kunnen meegeven aan een vrouw die zegt van ik heb geen man nodig? Um, probeer, te, probeer te kijken. Want als je zegt zoeken, wil ik, ik zoek niks. <laughs> probeer te kijken in een andere café. <laughs> maar daar zijn ze. Kijk in een andere café. Kijk in een andere café. Weet je, ga naar een ander soort feest. Juist, dan ga, niet, café. Ja, ga niet ja. elke keer naar jouw familiefeestjes, maar kijk of andere vriendinnen ook feestjes hebben. Ja. Kijk even ergens anders. Ja. Zet niet zo snel een jongen in Friendzone. Ja. Weet je, sommige mannen zijn gewoon dichtbij. Hè? Ze zijn ze, 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 luistert oor. Hun bestellen die, die, die pizza voor je, nog zet je ze in Friendzone. Maar het is wat ik altijd zeg. Lieve mannen... Nee. Verlie lieve mannen ja. zullen een hit zijn. de hemel. Ja, hier niet. Maar hier op deze aarde... Je ja. Ja, dat, ja, is dat is de rol die je hebt aangenomen. Lieve mannen verliezen. Ja. Nou, Want vrouwen uh, zeggen iets te willen. Ja. Maar hoe ze handelen... Ja. En waarvoor ze kiezen... Komt niet overeen. Nee, met wat ze zeggen. Nooit. Nooit. Nee man. Daarom die, 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 die zeg maar, als je zo'n dame ziet, moet je kijken. Ineens is ze zwanger van iemand die, ja, een drugdealer van de buurt. Die keel heeft er gewoon een pizza gestuurd via thuisbezorg. Ja. <laughs> Twee, drie keer voor haar en haar kind. Ze is overtuigd, maar hij, ja, man. Het, klink, het klinkt bijna, je klinkt bijna als een hater als je het zegt. Maar ik zeg je eerlijk inderdaad. De meiden waarvan ik een beetje onder de indruk was... Uh, uh, en ik ben geen lieve jongen per se. Ik kan lief zijn, dat ja, wel. Ja. Maar dat na, if you na eenmaal vrouwtje. Ja. Maar dat kon dan pas tevoorschijn. Ja. Maar uh, die meiden waarvan ik onder de indruk was... en die mij dan geen kans geven... die zijn nu die zijn een kindermaakmachine geworden... van een keel die al zes kinderen had... en die inmiddels terug is naar het land waar hij vandaan ja. komt. Ja. Niet meer te vinden. Ja. En uh, niet, en niet dat ik lach van, hey, goed, maar dat ik kijk van ja. En lig ook, ik vind je minder leuk, want je keuzes zijn raar. Ja. krijg ik afkeer van je, je keuzes ja. zijn apart. Ja. Maar daarom moet je ze precies daar laten ook, want juist nu. Jij wordt denken dat ik ga doen, dat ik uh, Captain Seven yeah. Ho, yeah. uh, <laughs> zoals ze dat noemen, en de vijf <laughs> kinderen ga oppakken van, I'm here! Stevie. <laughs> nu is het ons tijd. <laughs> ja hoor. Stevie, dat... step stepdad. Step veel nou, mannen nou, doen het nog. Omdat veel mannen toch wel die gok gaan wagen... om toch nog, weet je, die vinkje in die o, zwarte die, boek. Uh, die, die vrouw, uh, die, uh, dat meisje dat je vroeger zo leuk vond... Ja. eindelijk heb je de No ja. man. Ja. Sprintje. Ja. Hier <laughs> judge je niet. Ja. Maar ik zeg je eerlijk. Sprintje. Ja. Ja. Ze heeft je gevonden gewoon. Ja. No, min of meer Nee, mij ook niet hoor. Oké. Okay. Interessant. Wat is een, uh, een, een topic die jij. En die je misschien hier wil delen, die je hebt, niet hebt durven aan te raken in jouw filmpjes. Want jij. Je, wat ik leuk vond in het begin, wat ik nog kan herinneren, is dat jij ging opeens. Jij, nee, je neemt gewoon je filmpje op. Ergens heb je besloten van. Hey, met de tering, of weet ik veel, wat ja. met je aan de hand was. Je druk op rek, takjes je niet. En mensen uh, diggen het. Ja. Maar dat je zelf in clinch kwam met sommige artiesten, omdat je een mening over hun deed. Uh, ja. uh, <laughs> <laughs> <li> <laughs> <laughs> ja. Maar ik neem aan dat je daar gewoon dacht van, hé, hey, leuk dit, man. Of had je zoiets van, hé, hey, man. is gewoon een vat doen. Ja, het is altijd een kiek. is altijd een kiek geweest um, met research. Alles <laughs> research? <ja>, is research. <laughs> want... Hij maakt het spannend. <laughs> ja. Dus jij dus... zit research in je... Uh, ja, ja. is altijd de waarheid. <laughs> Anders is het mijn waarheid. Yeah. Snap je? Dus uh, ja, man. Of, of hun het een clinch vonden, dat is dat hun probleem. Ja. Yeah. Maar wat ik daar heb gezegd is honderd. <laughs> ja, man. Veel hebben me ook echt uh, in vijandschap genomen een tijdje. Ja, toch? Maar ze beginnen weer... Uh... We zien die kiek ervan in. Ze Want jij was heen. vroeg. En nu doet iedereen het, en nu nemen mensen het met de korreltjes zout. Ja. Maar je was vroeg met je, Sunny's, en dan uh, zo'n uh, zo ego-trippende artiest die, uh, ja. die voelt zich dan beledigd. Terwijl, ja. Dat is gewoon een kick, natuurlijk. Ja. ja. En heb je ook wel eens meiden die zeggen: hey, wat lul je allemaal je? Heel veel. Tot de dag van tot vandaag. Tot, ja, je praat man. alleen shit. Tot de dag van vandaag. Wie denk vandaan. je dat je bent? Dat is als je ze hebt geraakt. Ja. Die pruik is inderdaad. Ja, niet goed, snap je? Ja? Je hebt het inderdaad in een toko gekocht. Weet je dus, of het stinkt, je moet je hoofd niet slaan, want er is zand in, in je cucuba. Dus ze, 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 ze gaan je altijd dan haten, of ja, haat is het niet. Het is meer, je beledigt ze zeg maar te dichtbij. Het wordt persoonlijk. Ja, ja, ja. Dus dan gaan ze ook een mening hebben, maar een nutteloze. Ja, ja, ja. Want iedereen weet dat we het over jou hadden. Ja. Dus, ik vind dat nooit erg. Je mag uh, uh, typen. Dank je wel voor je comment. Ik heb er duizend nodig. Nee, maar type dus, is één ding, maar live. Je loopt ergens. Er ja. zijn mensen die je aanspreken of dat. Dan ze niet. rennen weg. O, ze rennen weg. Ja, vroeger was het echt zo van, hey, no, kijk, Baba komt. voep. Ja. Of je komt op een familiefeestje en iedereen gaat zijn kleren oh, ja. netjes zetten. want dadelijk altijd hij me mee ja. in ja, zijn filmpjes. Ja, in zijn kritische filmpjes. <laughs> ja man, of <laughs> je komt op een feestje en iedereen zegt echt van, Hé, Baba, jeetje hey, toch. Uh -huh. uh, is gewoon gezelligheid hè? Ja. Wat, dus, ja. maar ik ben niet met dat. Ja, 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 ja. Ik kom gewoon, maar uiteindelijk ben ik toch een online comedian. Dus ja. ik moet sommige dingen die mij niet. Um, die je opvallen. moeten we over praten. Ja, ja, ja. Weet je? Want daar gebeuren zo, er veranderen zoveel dingen van mijn traditionele aanpak. dat ik in paniek raak gewoon. Snap je? Dus. <laughs> Ja, we moeten erover praten. Ja. Ik ga ook weer beginnen ermee. Dus, uh, Jij bent een beetje stil met uh, die filmpjes, normaal. Ja. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik was even een jaar gestopt, omdat ik gewoon geen inspiratie meer had. Uh, Mr. Seamoss kwam in de, in de, in de picture. Wat is dat, kort? Uh, Mr. Seamoss is uh, vitamine A, B, C, D, E, F en K. En minimaal 92 mineralen. Je lichaam heeft 102 nodig. Mm -hmm. En ja, uh, yeah, dat is... Ons bedrijf, we zijn de grootste in de Benelux die dit doet. Dope. Uh, nu, wij gebruiken geen Jamaicaanse, wij gebruiken echt de Irisimos, uh, wat dokter Sebi over sprak en andere uh, mannen die echt zijn voor gezondheid. En ja, uh, yeah, ik heb de Blessings bij Baba. Dat is alle mineralen en ook goed voor je, voor je uh, maag, voor je uh, hart, voor je nieren, mm -hmm. voor je nagels, uh, voor je haar. Dus ja, uh, ja man, uh, ik ben heel blij dat ik nooit een t-shirt heb verkocht aan mijn mensen. Oké. Okay. Maar, maar dat ik iets, heb, iets op de markt heb gebracht dat ons juist gezonder maakt. Oké, okay, maar nu laat je me lastig voelen over die t-shirtlijn waarmee ik bezig ben. Ja, iedereen okay. heeft op pad toch broer? Oké, okay. maar iedereen is op pad. die van mij, maar dat zal je wel zien, ja. zit een, uh, een message achter voor de people. Ja, zie je? Dus dat komt goed. Het is niet gewoon, wat, wat je bedoelt te zeggen ja. is gewoon... Money gewoon een, ba gewoon een, een Baba Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ah, nee. Weet je, heel veel, heel nee. veel mensen hebben dat gedaan. Iedereen, ja. Heel veel mensen hebben me ook lastig gevallen. Van, hey, baba, je kan money maken. Ja. Maar ik wil geen money maken op mijn mensen hun rug. Is moet het het beter worden. Zonder dat ze er iets aan hebben. Ja, je moet er iets aan hebben. Mooi. Ik vind het mooi. Ja. Ja. Dus uh, daarom zijn we dit gestart. En samen met je vrouwtje ook nog. Samen ja. in business met je vrouwtje is een stiekem... Als ik een vrouwtje zou moeten hebben, ja. moet zij ook dat uh, uh, capable zijn om daarin mee te gaan of zelf nog daarin de leiding te nemen. Ja, ja, nee, dus ik, dat heb, is dope. ik heb, uh, ik heb heel veel geluk. Juist. Ik. Want als ik het alleen moest doen, was ik nu niet hier ermee, ja. weet ik zeker. Oké. Okay. Dus ik ben niet zo creatief hoe zij is achter de schermen. Ik ben gewoon het gezicht. Ik weet hoe ik het moet verkopen. Ik weet wat ik moet zeggen. Ik weet waar ik moet gaan opdagen. En zij regelt dat het nooit iets verkeerds gaat met het papierwerk. In Nederland is papierwerk. Ja. Yeah. En dat product, hè? Want dat is dus gezonder leven, beter leven, op een andere manier leven. Ja. Wat doet dat? En dit is een real question. Ja. Belangrijke question ook. Wat doet dat voor een man in bed? Je bent je, je, je ben echt schoon. Dus... Uh, want, is, want, ja. want. Heel veel... Roodvlees eten en bullshit en, en frituurshit. Ja. heeft de effect op hoe jij performt in Biddy. Ja, ja klopt. Met dit... Daarom vraag ik dat. Ja, weet je, ik, ik word wat ouder, dus ik moet uh, gelukkig. Dat hebben. ook nog? Ja, dus uh, dit heeft me echt geholpen. Dit heeft me echt geholpen om. Um, ja, om. Ik heb meer ik kinderen heb te krijgen. Ook nog, ook nog ja. 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 En je zit op nummer vijf? Ja. Zit op nummer 5. Want, ik ga je eerlijk zeggen. Ik dacht nooit aan. Ik was zo uh, so, uh, narrow-minded. Klein denken dat wanneer ik Witman zag rennen vroeger, joker denk ik, is omdat ze tijd hebben en geld. Ja. Daarom hebben ze tijd voor deze nonsens. Terwijl, naar boes is doe. Naar je gezondheid kijken. Ja. Ja. Weet je wanneer ik werd getriggerd om ook gezond te leven? toen ik, uh, uh, ik was gewend seksfilmpjes te maken. Al, al jaren. Okay. Voor Kelly En ja. uh, je ziet ook datums van mij. 94, 95, 96, 97, <laughs> hai. Oplopend. Hai, oplopend. Maar toen zag ik een keer een seksfilm van mij. En ik denk, dat ziet er niet uit. Ja. Nee, je lacking. Ja. En dat, toen begon ik gezondheid serieus te nemen. On the real. Okay. Ja. Maar toen ging je kijken: van waar ligt dat aan? En dat is aan die levensstijl. Ja. Soppie, frituur, Njans, aan die straat, die Libi. Toch, ik ja. ben op straat, dus en al dat soort dingen. Dat een... En toen uh, begon ik uh, gezondheid serieus te nemen. En daarom stelde ik ook de vraag: wat doet het voor je in bed, zoiets? Ja, ja het is goed man. Het is, uh, een, uh, je moet zo denken: laatst, een van, een, een van onze succesverhalen. Een dame kon geen uh, kind krijgen, zei de dokter. Ze heeft drie maanden de blessing gebruikt. Ze hebben nu een kind. Het is, het is haar gewoon gaan schoonmaken. Mooi. Ja, dus ik ben super blij dat ik, dat zeg ik toch, ik ben super blij. Kom die naam nou dat... nog één keer en dan geef je me 10%. Hoe heet het ook alweer? De blessings by Baba. En uh, ja, man, je krijgt het gewoon. 10%. 10%. Zit. Ja, man. Nee, sapiédoe vind Belangrijk, belangrijk. Ja. Uh, echt waar, het is geen grap. Het is ja. belangrijk hoe jij performt in ja. Biddy. Die... Ja. Leeftijd en al. Ja. Je moet die wel presteren. Je, die, 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 <laughs> kijk naar die Jamaicanen. Ja. Die, die Jamaicanen. Ja. Uh, die dancehall-artisten. Uh, ik zag Shabarangs optreden. Ja. Die man is bijna 60. Ja, Wat die man op het podium deed. Ik kijk naar die man en ik denk... Hoe dan? In die teksten van die Jamaicanen hoor je ook altijd... Fit, physically fit. Uh, altijd te maken met fitheid en in bed <laughs> performen en shit. Ja, maar dan also. kijk je naar die opa's en dan zie je van... Ik geloof je ook. Ja, man. Maar is hun leven stijl? Ja. Die Geen mittie. Die culture. Dat is die culture, hè? Ja, man. Belangrijk. Ja. Dus als jij het belangrijk vindt om goed te kunnen performen in je 40, 50, 60 jaar... Goed eten. Man. Doe er wat aan. Ja. Doe er wat aan, ja. Dat is een goed message. Ja, man. Ja, goed bezig. Thanks, man. De, de slogan van uh, Mr. Simoes is... Uh, let, let your body heal itself. Ah. Ja. Je lichaam doet het. Ja. Jij moet het gewoon stimuleren. Ja. Dat, dus wat je zegt. Loop even in een park een uurtje. Zet ja. je telefoon in de auto. Loop gewoon weg. Ja. Zo, dat, doen we, dat doen we dan nu. Uh, met mijn broer, met mijn vriendin en andere mensen. Helaas hadden we oma's meegenomen. Krijgen ze een smoothie gratis van me. Huh? En dan, uh, je kan je oma opgeven. En in plaats dat ze in de bejaardentehuis zit... of in het bingo lopen te spelen, koel haar weg... Een andere, een andere kiek. Ja, een ja, andere bezigheid. Lou ja, praten, laat me je verhalen horen. Ja. En dan, uh, dat vond ik ook wel een Mooi, 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 mooi. Ja, man. Je doet meaningful dingen. Al die ja. tijd denk ik, je bent een grappenmaker. <laughs> moet, moet. <laughs> nee, het is een beautiful thing. Hé, hey, uh, als je dit aan het checken bent, hè. En je bent er aan, uh, aan het genieten ervan, maar je hoort ook al die educational shit wat hier wordt gedropt. Laat waardering zien door te liken. Drop een comment op YouTube. Volg mij, Ed Gilirutu, op alle socials. Ondersteun deze lobby movement. Because that's all I'm asking you. Als waardering uh, te geven, zodat we kunnen groeien in wat we doen. Uh, via social media drop ik ook altijd stellingen en vragen uh, aan mijn volgers. Ik had er eentje gedropt en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Okay met een paar reacties van mijn volgers ga ik ook meenemen. Mm -hmm. uh, en de stelling die ik dropte via Ed op Instagram was dit: was van, uh... en deze is een interessante. Mm -hmm. Al ben je oprecht en heb je de beste intenties, je gaat nooit met de zus van je mati. True man. Is dat guy true? Code. Is dat guy code? Dat is, guy code. is dat het ultieme guy code? Ja, man. Mami man, let op. Jij weet, jouw mattie is een good dude. Ja. Jij weet, is een goede gast. Ja. Als hij ooit met een man moest gaan, ik weet dat hij goed voor haar gaat zorgen. Ja. Dat weet jij. Ja. En hij mag toch niet... Guy, hij mag ineens voorstellen, het gaat gewoon niet gebeuren. Ja, guy code, man. Ja? Ja, man. Ik, ik, ik kan dat niet eens. Jij zou het niet kunnen, jij zou het nee, niet Nee, ik kan het niet. Omdat, ja. Dus als jouw vrouw. Als, je, als, je, als, je de broer, als zij een broer had en je zou de broer eerder kennen. dan oh, je vrouw. En, en deze vrouw is dus Destiny, hè? Ja. Dit is jouw, zij moest jouw vrouw zijn. Kijk hoe het is gelopen. Ja. En dan zou je toch zeggen. Nee, man, kan ik niet maken, man. Nee, maar zie je niet dat. als het echt Destiny is, kom je haar eerst tegen, niet die broer? Hmm dingetje hoor, ja. want, want weet je wat, ik weet je weet je hoe ik hieraan kwam? Ik moest denken aan vroeger. Twee matties van mij hebben beide zusjes. Ja. En en een van die zusjes, hoe moet ik dit zeggen? Want mensen kijken mee, hè? Ja. Je hebt er gevaar, broer. Nee 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 nee, 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 nee. absoluut <laughs> absoluut. Nee nee nee. Als respect voor shit, ja. Echte matjes. Okay. Maar ik zei licht iets en die andere mattie liet me niet eens die zin afmaken. Ja. En ik ben die doet, hè? Ja. Als je mij hebt als vrouw, ik ga dit zeggen zonder bescheidenheid, heb je gewonnen. Ja. Heb je gewonnen, klaar. Ja. Laat me het zo zeggen, ik weet dat hij dat van mij vindt. Ja. Hij liet me eens uitspraken hij zegt, nee man, ja. nooit niet. Ja. Hij zegt nooit niet. Ja kan niet. Want... Je is aan het denken. Ga maar iemand anders. Uh, 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 soulmate zijn. Ja. Punt. Ja. ja. Maar nou omdat, dat, omdat... En hij respecteert hoe hij het bracht. Hij ja. ja. respecteert. Ja. Dus en het mag dat... echt niet. Maar kenden jullie elkaar heel lang? Heel lang? Ja, ja. nee. Nee, kijk nee, nee, kijk ook toch. Ik, ja, ik, kijk weet het. ik weet het wel, maar ik vond het bijzonder. Ja. Hoe die keel. Dus het ging niet om hem, maar hij jumpt gelijk in die Tory. Ja. Want hij heeft ook een zusje. Hij zegt: Nee, nee, nee. nee. Never nooit. <laughs> Gebeurt niet. Nee. Die, die begrijp ik met Ja, Heb je zusje? Ja, ik heb een zusje, ja. En je ziet, ik ben een good dude, hè? Ja. En we zijn een beetje matties aan het worden, volg je dat? Eigenlijk ergens anders. Zoeken. Oh shit, nee. <laughs> ja, die geico is bij mij echt zwaar, man. Het is uh... Ik dropte deze dus toch uh, de, op, uh, uh, op uh, Insta. Insta. Ja. En ik kreeg hier reacties zoals: uh, uh, Ik zie mijn vriendinnen als zusters. En dat maakt hun broertje ook automatisch mijn familie. Pijn. Dus pijn. nee. Ja, pijn. Iemand anders zei: Dit eerlijk bespreken van man tot man. wat ik hier met jou probeer te doen. maar je hebt al gezegd: No mami, man. Om echte liefde kan je niet heen draaien. Dat is mijn ervaring. Ligt uiteindelijk ook aan hoe dat gesprek verder verloopt. Maak het altijd bespreekbaar om erger te voorkomen. Daarna, eventueel handelen op eigen risico, natuurlijk. Maar ik zeg je eerlijk: als er al zoveel tekst bij ja, moet komen. Ja. en zoveel dingen waarmee je rekening moet houden. Nee. dan moet je al kunnen invullen: invullen van. misschien is het gewoon. Maar, is het niet, maar, dit maar. is te ingewikkeld. Nee, nee, nee. nee Toch? Nee. Iemand anders zeg je gewoon. Norman, morsu. <laughs> Snap je? Dat... Smerig. Kijk uit. Ja? ja ik had er nog eentje wel. Die kwam met uh, argumentatie. Die zei... Ik ga met de zus van de mattie sinds 2004. En nu hebben we ook twee kinderen. Hier wordt het een beetje apart. Ja. Toen een van mijn ouders overleed... heeft haar moeder ons in huis genomen. Dus ben ik ook opgegroeid daar. Ik heb wel toestemming gevraagd aan twee van mijn beste matties of ze het erg vinden of ik met Davlo of eventueel in een relatie zou aangaan en zij vonden dat prima, vooral omdat we dan echt familie zouden worden. Ik ben trouwens jaren vrienden met hun voordat ik met haar ging en nu zijn we closer dan ooit. Het is een succesverhaal. Wat voor afkomst is dit? Dat is een goede vraag, Wat denk jij dan? Want waarom zeg je dat? Ik denk niet dat dit Surinaamse mensen zijn. Nee, sowieso niet. Dat kan heel weinig. Ja, dat natuurlijk. ik. <laughs> dat, dan kan ik geen mening meer okay. geven. Want dan ga je praten over stereotyperende dingen. Van, ja, ey, ja. Maar ik denk niet dat dit familie Pinas is. Ja, bij wijze van. Ja. Nee. Is, het groot verschil, is, ja. Dat, is het een groot verschil daarin? Ja, man. Je ziet het bij achtergesloten deuren, die verhalen. Ze zijn alleen maar witte mensen bijna ja. daar. Ik weet niet of dit een wit persoon is, ja. maar ik, ik ja. begrijp je hebt daar ideeën over hoor. Ja. Ik duidelijk, ja? Ja, ja man. Hen hebben geen guy code, man, broer. Nederlanders hebben geen Trevo, Nee? Nee, man, broer. Helemaal niet. Nee, man. Dus zeg zijn gelukkig dan ons. Dat lijkt zo. Op lange termijn falen ze zwaar. Okay. Zie je niet dat moeder praat niet met zoon, want een schilderij moest terugkomen van... <laughs> we hebben die dingen niet. Ja, ja, ja. Jij was met de wit mee te gaan. Nog nooit één aangeraakt, man, broer. <laughs> oké. Okay. Maar uh, hoe komt dat? Omdat ik, je... Ik, nee, ik, je moet echt, echt een kleur hebben bij mij. Ik, ja? als, ik het, als ik het zie, denk ik gewoon aan een hele kip in azijn. Dat, dat zie ik gewoon. <laughs> dat kan het niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, nee, oké. Okay. Ik zit te kijken hoe ik dit schoon kan <laughs> trekken. Want ik ben niet van het mensen beledigen. Nee. Maar dat is jouw. Ja, dat mening. is echt mijn ding. Maar dat, ik, ik, ik heb er gewoon echt niks mee. En, en uh, voor de duidelijkheid: uh, ik breng het dan niet zo, zo ja. niet nodig. Maar voor mij moet het ook op een bepaalde manier eruit zien en ja. van een bepaalde hoek komen. Ja. Dat uh, is ook belangrijk voor mij. Ja. Ik, ik, ja. Ik, ik, ik val gewoon echt op mijn sisters, man. Ja. Maakt niet uit, Wave, wave. Yeah, Do you. Alles. Ja. Maar ik weet wat ik. Pardon, dat mijn culture ja. dichtbij is. Ja. Als ik een grap maak, hoef ik niet te gaan uitleggen wat die grap was. Dat ja, is, er ja. ik, ik heb heel veel dingen. Weet je, dus. Ja. Laat ja, het op... Kijk, dat klinkt beter dan kippen als zijn. Ja. Eerlijk gezegd, <laughs> dat klinkt beter, die ja. argumentatie. Ja, maar snap, ja. Ik, er is een hele hoop. Maar heel veel van jouw broeders doen het wel. Ja, en. Heel veel van jouw succesvolle broeders. Ja. doen het juist. Ja. Waar ligt dat aan? Baba, ik heb altijd de mening. Ja. Man, Yaga. Ze zijn zwak, man, broer. <laughs> Zwakke Zij zwak, mannen, man. Echt wat? Ze kunnen niet tegen een krijger. Ze kunnen niet tegen een uh... vrouw. Zie je niet dat ze allemaal uiteindelijk. alimentatie moeten betalen aan die vrouw? Dan zie die naam van de vrouw, hey, hoor, je nou zijn vrouw. hé, hoor die money. Weet je. Hé, hey, we hebben het samen gedaan. Laat, wat, hoe gaan we hieruit komen? Mm -hmm. Dat je ziet papierwerk. Snap je wel? Maar nee, hoe maar. kan je dat zeggen als je het nooit hebt geprobeerd? Nee, het hoeft niet. Mijn zusters kunnen het even goed. Ligt eraan in welke hoekjes. Ik durf te zeggen, beter zelfs. Daarom blijf maar, ik maar ik moet er... advocaat van de duivel spelen. Ja. Nee, hoe kan je oordelen over mensen zonder dat je ooit hebt ervaren? Ik hoor het. Nee, als ik hoor. kijk, ik. Zoals je zegt, er zijn wel neefjes van me die het wel uh, uh, proberen. Ik zeg altijd: er is niks en dan ook niks mooier dan een vrouw in een, pa een pangje. En je ziet die ellende bewegen erin. Hey, ik wil twee <laughs> dingen zeggen en dan wil ik terugkomen op die pangi. Herinner me, herinner me. Ik wil terugkomen op die pangi, dat is belangrijk. Maar ik wil eerst één ding zeggen: uh, alle mensen zijn mooi. Ja, alle vrouwen zijn mooi. Letterlijk, alle vrouwen zijn mooi. Want vrouwen zijn uh, bijzondere wezens. Uh, superhelden, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dat voorop. Ja. Uh, dat voorop. Ja. Maar voorkeur is voorkeur. Ja. Inderdaad. Uh, ja. En iedereen mag zijn voorkeur hebben. En ik heb ook mijn voorkeur. Mijn man en mijn voorkeur is iets minder beledigend dan jij het bracht. Ja. Maar ik ben ook daarmee man. Ja. Sjie. Ja. Dat moet, zijn ik, ze voor mij, ik, man. Ik, ik hou van chocolade, ja. Ja, ik heb ook... Uh... Het mag ook witte chocolade zijn. Ja. Met die krispies aan. Dus die visie kan poëzie toe. Zolang ja. je naar chocolade... <laughs> ja. ja. Okay. Dus dat voor mij is dat ook belangrijk, mijn man. Ja. Mijn me loopt vrouw toe. Ja. Mijn man. Heel erg. Ja. Shit. Spammeerde, maar ja. lekker. Ja, ja, ja. True story. Wat ik wilde zeggen over die pang. Ja. Ik heb daar een zwak voor hem, man. Nee, weet je waarom? Ja. Misschien denkt de vrouw indruk op mij te maken. Door een hele hoop Maybelline en, ja. zuku en deze pak en die pak en die tas. Als je een pangie aantrekt, dan heb je me al. Ja, mij ja. ook, man. Dan heb je me. Zomaar geef ik je dingen weg. Ja, ja. Ja, Misschien ga ik het ja. eruit knippen. En dan komen jullie me allemaal benaderen in een pangie in een opeens. Pangie. Ja, man. Ik... Uh... Laat, Met een pangi? Ja, bij je honderd hoor. Wat oh, denk je dat alleen jij cultuur doet bij mijn man? Ja, <laughs> ja. nou man, dat Spreeg is... Ik over... een ja. ja, maar niet toe. Daarom ja, wie heeft meer hè? weet, ik, 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 Ja, die, heeft die. meer? Daarom zei ik van, als je geen vrouw kan vinden, ze loopt in su. Oh, dat is hem dan? No? Dat is hem. Dan ga je weer Wanneer gaan we? Ja, dit jaar gaan we sowieso. Ja, dat, ja ik hoop, ja, dat, het. Het. Ja, ik hoop het. Hoe lang ben je niet naar Suur gegaan? Acht jaar. Acht jaar? Ja, ik, heb me, ik heb mezelf bewust gestraft voor dit ding. Want? Met het idee? Um, we gaan altijd naar Suriname om te genieten. Maar niet om het land beter te maken. Hm. Dus ik ga niet naar Suur als ik niet kan kopen. En een zuurzakboom, een boom een granaatappel kan planten... en mijn kinderen kan wijzen van... kijk, dit is het begin van ons. Yeah. Hier kom ik vandaan. En we gaan in plaats van... wijzen dat we zijn gekomen... gaan we ook wijzen dat we blijven. Dus we gaan het land respecteren. Yeah. En ik heb het nog niet gezien. Niemand van ons doet dat. Dus ik wil mezelf... Ik heb mezelf gestraft... totdat ik een buffertje had... om dus nu grond te gaan kopen... Voor mij nabestaanden. Nu vind ik dat ik een echte Surinamer ben die terug is gegaan en heeft gewezen dat het wel kan. En met grappen. Oké. Okay. Ja, man. je ja, een paar nou, want het klinkt alsof je geld hebt. Lijkt zo. Oké. Obligaties. Nee, maar je praat mooie dingen. Ja. Mooie principes. Ja, man. Maar we respecteren een ieder. Ja, ja, altijd. Maar dat is mijn straf. Die ik mezelf ja. heb opgelegd. Okay. Voor iemand anders zal het iets heel anders zijn. Ja. Maar dat is voor mij. Dat is een beautiful thing, man. Thanks. Milo en <laughs> Ja. Ik kom met de hele voordeel. Je blijkt, je blijkt dus ergens wel iets. Wie snapt wat ik zie, dat je klut snel. Ja. Er is toch een soort romantiek in je. Ja. een lange relatie. Ja principeel op bepaalde vlakken. man. Ja. En uh, verkoop geen t-shirts. <laughs> Daarmee uh, uh, laat je iedereen schulden voelen die wel een t-shirt probeert <laughs> aan de man te brengen. Nee, 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 nee. nee, nee. Iedereen is, is op. Nee. En dan loop witmeid... En vader witmeid, dan loop YouTube. Dat merk ik. Alles is het bakadis. Ja. Oh nee. Dat is wel goed, man, bro. Maar net als mij en daar is wel dan die raakvlak. Ja. We adoreren die queen. Ja. ja. En daar gaat het vooral om. Ja man. Ik We zijn niet. tegen niemand. Nee, nee 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 nee. We zijn voor ons. Ja. Dat moet hem zijn. 100. Uh, lobby voor dit gesprek. Lobby voor je vrouw. Doe de groeten aan je vrouw van 11 jaar. Alleen doen man. Van Gili Ruto. Zegelijk, ik hou van wat jullie hebben. Dat ja. zie ik niet tussen vier muren is wat anders. Ja. Maar wat je hier hebt omschreven klinkt mooi. Dank je. Because if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah! <laughs>